heropende vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA heet u allen van harte welkom. Ook de mensen die vanaf een andere plaats dit verhoor volgen. En ik vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Welkom, mevrouw van Vroonhoven. U wordt vandaag opnieuw gehoord als getuige. Daar hoort ook opnieuw de belofte bij. Want als u als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? Wilt u mij nazeggen? Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Zoals gezegd, mevrouw van Vroonhoven, we hebben u eerder deze week ook al verhoord. Voor de overzichtelijkheid hebben we vragen die we willen stellen verdeeld over twee verhoren. Afgelopen maandag over de indienstneming van de VIRA tot het moment dat het afdekrooster van de trein raakte. En dat was midden januari. En vandaag gaan wij u bevragen over wat u daarna deed. Want u was vanuit de NS-directie de voorzitter van de taskforce, VIRA, en heeft leiding gehad bij belangrijke beslissingen. Ten eerste of de Nederlandse spoorwegen wel door zouden gaan met de VIRA. En ten tweede hoe het alternatief voor de VIRA kon worden vormgegeven als de Nederlandse spoorwegen zouden stoppen met de VIRA. De beslissingen hebben natuurlijk met elkaar te maken. En voordat we beginnen hebben we nog een paar korte vragen over de concessie. Maar verder gaan wij met elkaar dit onderwerp bespreken. En ik geef als eerste in dit verhoor het woord aan de heer Elias. Okay. En die wil graag beginnen bij het onderhandelakkoord. Er is al in een paar eerdere verhoren ter sprake gekomen. Maar sommige vragen zijn beter door u te beantwoorden, vindt de commissie. In 2011 wordt dat onderhandelakkoord, ik ga er nou maar even vanuit dat iedereen inmiddels weet waar het over gaat, hangen er nog een enkel voorbehoud gesloten. En dat komt erop neer dat de NS vanaf 2015 zowel de HSL als de hoofdrailnetconcessie mag gaan uitvoeren. We hebben de heren Robbe en Raap hier gisteren horen zeggen dat er een groot gat zat tussen wat HSA High Speed Alliance kon investeren vanwege de aanhoudende verlieslatendheid. En ook werd duidelijk dat er zowel voor de staat als voor de NS een groot belang was om dit gat te dichten. Op 18 november informeert minister Schulz van Hagen de Tweede Kamer erover. En die stelt dat de NS gemiddeld 101 miljoen per jaar voor die HSL gaat betalen. Maar ook dat HSA niet meer dan 60 miljoen per jaar voor de concessie kon betalen. NS gaat dus 40 miljoen meer betalen dan HSA had kunnen betalen afgerond en op hoofdlijnen. Hoe komt het dat de NS zoveel meer kan of wil betalen dan HSA? Dat is een goede vraag. Moet ik echt even heel goed in mijn geheugen graven, want dat zijn wel cijfers van lang geleden. Een belangrijk voordeel van het integreren van het hoofdrailnet met HSA, of andersom HSL en het hoofdrailnet, was dat er nieuwe synergie kon ontstaan. Dus een deel van dat gat wordt gefinancierd uit de synergie tussen het hoofdrailnet en de HSL Zuid. Zeg maar even integratievoordelen. Ja, correct. Dus van de doorgaande diensten tussen HSL en het hoofdrailnet. Maar welke treinen gaan er dan eigenlijk allemaal gebruik maken van zowel dat HSL en het hoofdrailnet? Nou, het zit deels vanuit de treinen, maar het zit ook deels vanuit gewoon het integreren van die twee organisaties met elkaar. Dus één logistiek bedrijf, één marketingstuk. Hè. Dus al dat soort zaken worden allemaal in elkaar geschoven, die eerder vanuit de concessie apart georganiseerd waren en ook apart georganiseerd moesten worden. En verder zitten er op dat moment, is er volgens mij de optie, maar dat is nog niet een gegeven, van Den Haag
Eindhoven als extra lijn over de HSL Zuid. Maar de synergievoordelen komen vooral door het samenvoegen van die twee clubs feitelijk. Daar moet het vooral gezocht worden. Ja, en volgens mij hebben we die informatie ook aan u gestuurd, waarin dat ook staat. Ik vraag het daarom, omdat uit ons onderzoek gebleken is dat de NS meermaals berekend heeft dat die verbindingen Den Haag-Eindhoven via de HSL verlieslatend of licht positief of kostenneutraal zijn, afhankelijk van het moment waarin dat gebeurt. Hetzelfde was ook al gebleken bij de biedingen in 1999 en in 2001. En voor de lijn Brussel via Breda is er ook jarenlang discussie over die winstgevendheid. Dus het integreren levert dus niet zozeer meer geld op. Niet zozeer. En zeker geen 40 miljoen. Nee, volgens mij is het 20 miljoen op basis van synergie. En volgens mij is die andere 20 miljoen uit NS Groep gefinancierd. Dus er is ook een impairment genomen van 200 miljoen. Wat is een impairment? Nou, dat betekent gewoon dat je een extra storting doet, omdat je een verlies maakt. En dat is niet uit het hoofdrailnet betaald, maar vanuit de NS-groep. En waarom? Ja, omdat dan in de onderhandeling met het ministerie resteerde er een gat. En dat is volgens mij door twee gedeeld. En dit is het deel wat de NS betaalde. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat de NS er wel wat voor over had om de constructie te krijgen dat die geïntegreerde concessie ging ontstaan. En dat dus ook de concessie voor het kernnet, een heel oude wens, tot stand kwam. Nou, in ieder geval was het in het belang van de Nederlandse reiziger, vonden wij dat er een geïntegreerde concessie zou zijn. En dus hebben we inderdaad daar zoveel mogelijk ons best gedaan om te zorgen dat die geïntegreerde concessie ook kwam op een financieel verantwoorde wijze. Ja, de heer Meijer verklaarde dat de NS meer wilde betalen om HSA te redden, als ook die hoofdrailnetconcessie aan de NS zou worden gegund. Hè, dat zat in de strategie. Dan hebben we het dus over 200 miljoen eigenlijk. Namelijk 10 keer 20 miljoen. Ja, ik denk dat u dat correct zegt. Maar ik zou dat wel graag nog willen verifiëren of het exact zo is. Want dit... Volgens onze voorlopige gegevens. Okay, en ja, nogmaals, ik doe het op hoofdlijnen. Het is ook wat ik... dat impairment komt daarmee overheen. Maar ik zou dat toch graag nog eventjes door de NS geverifieerd willen hebben, want het is lang geleden. Maar hebben we dan niet andermaal het begrip strategische waarde te pakken? Wat bedoelt u daarmee? Precies wat ik vraag. Heeft dan niet de NS opnieuw 200 miljoen strategische waarde gefourneerd, omdat het waard is om het hoofdrailnet te krijgen? Nou, NS heeft een probleem willen oplossen en daar haar verantwoordelijkheid in genomen. Dat is een manier om het te zien. Maar de manier die ik u voorleg is ook een manier om er naar te kijken. De NS wilde heel erg graag zorgen, al jarenlang nogmaals, zorgen dat er geen infiltranten op het hoofdnet kwamen. Wilde zelf dat net vasthouden. Nu was het gecombineerd notabene met de HSL. Dat was dus kennelijk 200 miljoen waard. Zoals ik al zei, NS heeft haar verantwoordelijkheid genomen en daar resteerde nog een gat. En daarin heeft NS gezegd, oké, daar nemen wij ons deel in. Maar uit stukken van de Raad van Commissarissen, laat ik zo zeggen, die ondersteunen de manier waarop ik de vraag stelde. Onderhandse gunning van de hoofdrailnetconcessie tot minimaal 2024, dat zijn de opties om met INM in onderhandeling te gaan, dat is dus voorafgaand, 14 december 2010 is dat, voorafgaand om te proberen dat binnen te halen. En dat blijkt de NS dus uiteindelijk 200 miljoen voor over te hebben. Ja, nogmaals, ik vanzelfsprekend was het voor de NS belangrijk om het hoofdrailnet ook te hebben. Vooral ook vanwege het feit dat we ervan overtuigd waren dat op het moment dat je het hoofdrailnet niet samen met de HSL Zuid zou doen, dat er een heleboel mogelijkheden tot verbinding voor de reizigers niet tot stand zouden komen. En bovendien als de HSL-concessie geen onderdeel daarvan zou zijn, is dat dat inderdaad ook impact zou hebben op het hoofdrailnet. Dat is correct. Ik vraag het u om die reden, omdat de commissie lijkt een patroon te zien met wat er in 2001 is gebeurd. Namelijk dat er gewoon betaald is, om welke reden dan ook, maar om hoe dan ook toch maar die concessie binnen te krijgen. En in dit geval
dat kernnet te pakken te krijgen. En dat er dus wellicht meer betaald is en dus ook weer moet worden afgedragen. Dan noodzakelijk zou zijn geweest op zakelijke gronden. Ja, dat ondersteun ik niet. Er is heel goed gekeken naar die concessie of die in zichzelf een verantwoorde concessie zou zijn. Dat is ook getoetst. En dat is ook heel belangrijk, omdat je in deze situatie anders te maken krijgt met een dubbele staatssteun. Hè. Dus er moet dus aan de ene kant gekeken worden dat de staat niet een te riant contract geeft aan de NS, want dan zou er kunnen sprake zijn van staatssteun. Maar als de NS te weinig zou betaald hebben, dan zou er weer aan de andere kant staatssteun kunnen zijn. Dus er is ook heel erg nadrukkelijk toen naar gekeken door allerlei juristen, zowel van de staat als van NS, om ervoor te zorgen dat het contract een contract was wat ook de toets kon weerstaan van marktconformiteit. Even vierde voorzitter. Ja, want de heer Elias stelt u een aantal keer een vraag. En ik merk dat u eenzelfde antwoord geeft, maar u geeft niet echt een concreet antwoord op de vraag. Dus ik wil u daar toch op wijzen dat het belangrijk is om hier beëdigd gevraagd te zijn de gehele waarheid en niet zonder waarheid te spreken. Dat u daarom niet alleen het antwoord geeft dat de NS zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, dat hebben we begrepen, dat heeft u gezegd, maar ook een antwoord te geven op de vraag die daaronder lag. Dus daarom geef ik de heer Elias nog een keer het woord, dat hij daar die vraag opnieuw kan herhalen en aan u dan de vraag om die vraag te beantwoorden. We stellen vast dat uit de berekeningen blijkt dat het zeg maar de echte waarde is 20 miljoen. En dan komt er nog 20 miljoen bovenop. Werd dat gezien als een strategische waarde om te zorgen dat dat hoofdrailnet behouden kon blijven. Dat die concessie 2015-2025 binnengehaald kon worden. Er is gekeken naar de strategische waarde van het hoofdrailnet en de HSL Zuid, dat klopt. En er is ook gekeken van, dat zijn de, maar ik ondersteun niet uw analyse dat daar sprake zou zijn van een patroon en dus een vergelijkbare situatie als met 2001. Die relatie zie ik echt niet. De heer Van Werven. Mevrouw Van Vroonhoven, dan gaan we naar de situatie begin 2013. Dan is het onderhandelakkoord dus definitief geworden en de financiële problemen van HSA zijn dan opgelost. De gebruiksvergoeding die NS moet gaan betalen, 15 jaar voor de HSL, die werd met 1 miljard verlaagd. En NS heeft in het vooruitzicht dat het vanaf 2015 de concessie voor zowel de HSL als het hoofdrailnet zal verkrijgen, samengevoegd in 1 grote concessie. Dat is de situatie begin 2013. En de Vira, die hoge snelheidstrein, die was nodig om de afspraken uit de concessie na te komen. Maar, zoals we hebben gezien, in de winter van 2013 valt die Vira uit. Was nu de uitval van de Vira een bedreiging voor het behoud van de concessie voor de hoge snelheidslijn? Of de uitval van de Vira een bedreiging was voor het behoud van de concessie van de hoge snelheidslijn? Voor de HSL-concessie. Nou, vanzelfsprekend ja. Als wij niet aan onze voorwaarden konden voldoen van het rijden van een hoogsnelheidstrein, dan zouden we niet voldoen aan de voorwaarden van de concessie. Mm-hmm. En dan is dus per definitie dat een dreiging. En dat is later ook in alle afwegingen meegenomen. Ja, dus daar was u gelijk ook bang voor toen die trein uitviel. Maar eerder in 2009, toen de concessie inging, en dat was toen met het vervangende materieel, die Traxprio's, had minister Eurlings een zogeheten niet-handhavingsbrief aan HSA gestuurd. En dat wil zeggen dat de minister geen sancties zou toepassen als HSA niet aan die concessieafspraken zou voldoen, zolang het juiste materieel er nog niet was. Mm-hmm. Staatssecretaris Mansveld trok na de uitval van die Vira die niet-handhavingsbrief uit 2009 in. Welke betekenis kende u dan daaraan toe? Nou, ik zag dat eigenlijk, moet ik even nadenken, want dat was toen met de tijdelijke oplossing reden, denk ik. Ik heb dat niet een specifiek, daar heb ik niet een soort specifiek beeld bij wat ik daar aan duiding gaf. Ik vond dat heel logisch, want op dat moment moest er een nieuwe afspraak gemaakt worden over de handhavings,
in relatie tot die tijdelijke treindienst. Dus daar zijn aparte afspraken over gemaakt. En daarmee verviel uit mijn hoofd die andere. Dus zij moest die brief intrekken, anders kon ze niet verder. Anders kon ze niet verder gaan met die afspraken uit de concessie. Nou, zij wilde nieuwe handhavingsafspraken maken over die tijdelijke treindienst. Ja. Tussen Amsterdam en Brussel. Die startte in januari. En daar is een ander handhavingskader voor afgesproken. En ik denk, maar nogmaals, dat moet ik eigenlijk... kan ik niet helemaal meer precies herinneren. Ik denk dat dat ook de reden is geweest om die andere handhavingsbrief... of die niet-handhavingsbrief, terug te trekken. Ja, eind januari 2013 werd die brief ingetrokken. Ja, en er kwam een nieuw handhavingskader voor terug. Maar heeft u een nieuwe handhavingsbrief gekregen? Er is een nieuw handhavings... Ja, er is een nieuw niet-handhavingsbrief? Ja, nou, of dat precies een brief is, er is een heel contract opgesteld. Een nieuw handhavingskader voor die internationale verbinding. Met allerlei eisen rondom punctualiteit en dat soort zaken. Daar komen we zo meteen nog op. Maar welke handhavingsmaatregelen kon de staatssecretaris eigenlijk nemen toen ze die brief introk? Dat weet ik niet meer precies. Ik weet alleen dat ze daarna strengere handhavingsafspraken heeft gemaakt ten opzichte van de eerdere handhaving van de concessie. In die specifieke treindienst. Die uitval van de Vira, was het ook een bedreiging voor het onderhandelakkoord en daarmee dus de gehele geïntegreerde concessie? Was u daar nog bang voor? Nou, in eerste instantie ben ik daar helemaal niet mee bezig geweest. Ik vond het heel erg vervelend dat reizigers in de kou stonden. En daar moest zo snel mogelijk een oplossing voor komen. Daar was ook alle aandacht in de taskforce op gericht. Maar vervolgens heeft de staatssecretaris aan ons gevraagd in april, meen ik, om voor half juni met een aantal antwoord te geven op een aantal scenario's. En een van die scenario's was ook een scenario waarbij de concessie werd ingetrokken. Dus dat kwam automatisch natuurlijk in onze taskforce als een onderdeel van een van de werkstromen. Dat was in april dat ze... Dat is inderdaad tussen april en juni geweest, dat specifiek is gevraagd in een brief van staatssecretaris Mansveld. Maar nogmaals, mijn eerste gedachten waren bij reizigers en niet bij de concessie. Uiteraard. U kreeg na de uitval van de Vira de leiding over de zogeheten Taskforce Vira. Waarom werd die taskforce ingesteld? Nou, omdat de situatie die natuurlijk ontstaan was, namelijk het stoppen met de treindienst na alle problemen die er waren en het afvallen van de plaat, wij in het weekend als directie besloten hebben dat het genoeg was geweest en dat we moesten zorgen voor een oplossing voor reizigers, maar ook moesten zorgen dat we een definitief antwoord zouden krijgen. Wordt het ooit nog wat met die Vira, ja of nee? En om dat op een hele gestructureerde manier te doen, dat vraagt aan de ene kant ook het nemen van je verantwoordelijkheid als hoogste leiding van de onderneming. En anderzijds een hele gefocuste aanpak. Dus we hebben toen gezegd, nou, het lijkt verstandig, ik heb dat zelf gezegd, dat ik dat ga trekken. Maar daarvoor moet ik ook al mijn andere taken heb ik overgedragen aan mijn collega's en heb die taskforce toen opgericht. En dat is toen de maandag, de 20e uit mijn hoofd, zijn we daarmee gestart. De 22e, ja. Want dat is inderdaad opvallend, dat nu de directie van NS zich daar wel mee bemoeit. En we hebben zelfs begrepen dat u helemaal werd vrijgemaakt voor deze taskforce. Dat is nogal wat, dat een lid van de directie met veel in haar pakket zich geheel moet gaan richten op dit crisismanagement. Maar wat wij ons afvragen, NSFSC en HSA waren verantwoordelijk voor de Vira. Mm-hmm. Dat hebben we in het vorige verhoor ook herhaalde malen besproken. De vervoerder is verantwoordelijk. Waarom zaten zij niet in de taskforce? Waarom leidden zij de taskforce niet? Omdat wij vonden dat één HSA moest ook nog zorgen dat er elke dag andere treinen reden. Want er reden ook nog een heleboel treinen in Nederland gewoon op het spoor. De Vira plus High Speed rijdt ook internationale andere treinen. Dus wij zeiden het is belangrijk dat HSA zich focust op de dagelijkse gang van zaken. Datzelfde gold ook voor NSFSC en NetTrain. Dus het is belangrijk dat we een apart project organiseren. Wat antwoord gaat geven op hoe kan die trein terugkomen, veilig en betrouwbaar en zo niet, wat is dan het alternatief? En daarvoor hebben we gemeend dat het belangrijk is dat er hele dedicated aandacht aan was, terwijl de winkel verder wel open moest blijven. Dus dat is de reden geweest, dus de treinen moesten rijden, de treinen moesten doordenderen. Denderen is niet het juiste woord.
waarom de directie zich ging bemoeien daarmee. Maar ging u zich ook niet als directielid bemoeien met de Taskforce Vira, omdat daar ook een heel groot belang mee gemoeid was, namelijk het behoud van de concessie? Nee, nogmaals, dat is niet de aanleiding geweest. De aanleiding is dat wij de Nederlandse reiziger en de internationale reiziger gewoon in de kou hebben laten staan. En dat je dan als leider van een organisatie moet zorgen dat je je verantwoordelijkheid neemt om dat op te lossen. En dat vraagt hele dedicated aandacht. En dat dan de concessie daar ook nog in het spel kwam, was helemaal niet in eerste instantie zelfs onderdeel van die taskforce. Dat is meer een consequentie van het feit dat als je de dienstregelingspatronen gaat veranderen, omdat er ook heel veel wensen waren in Nederland om een ander patroon dan uit de concessie, dat je daarmee te maken krijgt. Maar dat kon dus niet meer overgelaten worden aan HSA, de vervoerder? Nee, want HSA had zijn handen vol. En HSA was bovendien alleen maar verantwoordelijk voor het vervoer. En als je ook een goede analyse wil maken van de treinen, dan heb je ook NSFNC nodig en ook Netrain. En wij vonden het belangrijk in een tijd van crisis dat je maximale focus daarop zet met een crisisorganisatie. Dus u zegt, ik ben gewoon die taskforce gaan leiden vanaf 22 januari vanwege het belang van de reiziger. En pas later kwamen daar de zorgen over de concessie nog bij. Correct. Goed, dank u wel. Ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. Bij het besluit om wel of niet door te gaan met de trein spelen natuurlijk heel veel onderwerpen een rol. Heel veel invalshoeken, de financiële, juridische, strategische, technische zaken. Hoe zit het nou precies financieel? Was het niet zo dat het eigenlijk goedkoper was om te stoppen met de Vira dan door te gaan? Nou, dat was ongeveer gelijk. Dus we hadden twee werkstromen. Eén werkstroom die heeft gekeken, kan die Vira überhaupt door en wat betekent dat dan? En die andere werkstroom was, als die niet door kan, wat betekent dat dan? En die twee werkstromen zijn ten opzichte van elkaar gewogen. En het was eerder, financieel was het ietsje gunstiger om te stoppen met de Vira. Maar we hebben daar ook een hele conservatieve aanname in gedaan dat we niets terug zouden krijgen van die treinen bijvoorbeeld. Maar onze inschatting was dat het risicoprofiel van het alternatief lager was, of beter gezegd het risicoprofiel van doorgaan met de Vira dusdanig hoog was. En dat was veel minder financieel gedreven als ware gedreven vanuit het feit dat wij er gewoon geen vertrouwen in hadden dat er op tijd adequate treinen zouden komen en dus de reiziger weer in de kou gestouwd zou staan. Ja. Maar nog even terug te komen op die specifieke berekeningen. We hebben gezien dat met name de afschrijving en ook het onderhoud voor de Vira veel duurder is ten opzichte van het alternatieve vervoer. Dus daarmee valt dan toch die business case in het nadeel uit van de Vira. Dat klopt, maar als je er met de plussen en de minnen van risico's, want er zaten ook allerlei onbekende elementen in. Hoeveel krijg je nog terug van die treinen? Wat ook natuurlijk weer positief effect zou hebben op de business case aan de ene kant. Het zijn allemaal aannames naar de toekomst toe. Dus er zitten, je weet ook niet precies hoe dat uit zou pakken. Dus grosso modo was het voor ons financieel min of meer gelijk. Dus we hebben de afweging ook voornamelijk gemaakt op de inschatting van hoe kansrijk is het dat die treinen gaan rijden en dat dat ook in een adequate tijdspanne gaat en op een niveau van betrouwbaarheid wat we ook willen. Dus ja, daar heb ik ook een aantal vragen over, met name over die betrouwbaarheid van de trein. De taskforce voerde namelijk ook een technische analyse uit. Heeft helemaal gekeken wat er nou aan de hand was met die trein. We hebben ook de heer Van Ast daarover gesproken, die verantwoordelijk was voor die analyse. En hij gaf aan dat het 17 à 22 maanden zou duren om alle treinen te herstellen door middel van een retrofit. Ja. Is het zo dat de NS-directie ook die conclusie heeft overgenomen? Want er is ook nog een second opinion geweest door Mott MacDonald. Ja, er waren eigenlijk twee, die kwamen eigenlijk op hetzelfde neer. Mott MacDonald heeft ook gezegd 17, 18 maanden of 17 maanden 17. Uit maat. Ja. Dus 17 maanden en de werkgroep onder leiding van de heer Van As zei 17 maanden. Waarom zijn wij uiteindelijk gekomen op 22 en zelfs 29 maanden? Dat is omdat daar ook nog zaken bij zitten. Is als zo'n trein technisch helemaal weer in orde is,
dan heb je nog niet de contracten helemaal geregeld met de Ansaldo Breda. Je hebt de toelating moet daar nog in zitten. Dus daar zit, en het moet op een gegeven moment ook nog in commercieel in dienst genomen worden. Dus uiteindelijk is dat dezelfde analyse geweest. Die hebben elkaar dus ook gewoon bevestigd. Toch nog even wat inzoomen op die twee verschillende rapporten. NS-onderzoek heeft het over 17 à 22 maanden. Mott MacDonald heeft het over 17 maanden. Ja. En er staan nog wat meer verschillen in. En wij vroegen ook aan de heer Van As van wat nou de verklaring was. En hij gaf expliciet aan dat ook de samenwerking met Ansaldo Breda daarin mee is genomen. Dus dat zijn inschatting realistisch is, omdat hij zei van ja, die samenwerking is wat lastig. Dus we moeten er ook van uitgaan dat dat meer tijd kost. Ja. Dat klopt. Dus we zitten in die 22 maanden, bedoelt u? Ja. Ja, dat is correct. Want Mott MacDonald ging er eigenlijk vanuit. Het is een leverancier die gewoon levert als elke leverancier. En de heer Van As heeft een inschatting gemaakt van wat is er nou, wat is de kwaliteit feitelijk van deze leverancier? En hoe vul je dan die samenwerking in? Want in de oplossingsrichting zat ook dat er een heel kwaliteitsteam moest worden ingericht vanuit de NS. Om zeg maar die begeleiding van die retrofit ook vorm te geven. Dus daar zit onder andere het verschil in. Dus even samengevat wat de verschillen verklaren tussen de NS-analyse en de second opinion van Mott MacDonald. Is de samenwerking met Ansaldo Breda als misschien een wat onzekere factor. Ook het feit dat er met meerdere partijen samengewerkt zou moeten worden. U zegt over verschillende teams. En ook het certificerings- en toelatingsproces. Ja. En dat verklaart ook waarom het misschien zelfs 29 maanden zou worden. Ja, correct. Ansaldo Breda heeft ook een eigen verbeterplan gemaakt. En dat hebben we vanochtend ook besproken. En de reactie van de heer Man van Lotte was dat dat verbeterplan eigenlijk heel goed ontvangen is, met name door u. Dus mijn vraag aan u is, herkent u dat? En hoe verhoudt zich dat verbeterplan ten opzichte van uw eigen analyse? Ja, het interessante is dat ik niet met de heer Man van Lotte al gesproken heb over dat verbeterplan. Want dat verbeterplan zou ik namelijk komen op 2 mei, sorry, hadden wij gevraagd. Kwam vervolgens een aantal weken later. En wij hebben daarna niet meer met hem gesproken over dat verbeterplan. Sterker nog, het verbeterplan is bij ons in die werkstroom van de heer Van As met veel cynisme ontvangen vanwege het feit dat dat in hun beleving veel te optimistisch was. Dus ik herken hier niet in wat de heer Man van Lotte zegt. Het is ook zo dat de heer De Leeuw ook enthousiast was over het verbeterplan. Ja, dat kan zijn. Ja. Maar in ieder geval vanuit de NS-directie was dat enthousiasme er niet. Ik was verantwoordelijk voor de taskforce. Ja. Ik had onder mijn leiding de werkstroom van de heer Van As. En ik heb daar mijn analyse op gebaseerd en ook... Ja. En zij hebben aangegeven dat die blijkbaar 14 maanden van Ansaldo Breda irrealistisch waren. Is het niet raar dat een bedrijf als Ansaldo Breda dan toch wat tegenstrijdige geluiden krijgt? Want aan de ene kant is er een projectleider die zegt, nou goed verbeterplan, heeft dat ook bevestigd. Aan de andere kant heb je een taskforce die kritischer is, hè, die met cynisme dat plan ontvangt. Kunt u zich voorstellen dat het voor een fabrikant wellicht ook wel lastig is met deze tegenstrijdige geluiden? Ja, ik ken dit niet. Ik weet ook niet. Dit zijn de woorden van de heer Man van Lotte, dat hij die tegenstrijdige geluiden heeft gehoord. Daar heb ik niet eerder van hem iets over gehoord. Dus ik kan daar ook niet op... Correctie. De tegenstrijdige geluiden vertel ik. Okay. Wat de heer Man van Lotte aangaf was dat u enthousiast was over het verbeteren. Ja, en dat is gewoon niet correct. Dat is niet correct. Dat is gewoon absoluut niet correct. Het was ook zo dat de heer Man van Lotte ook de indruk kreeg dat toen die taskforce was onder uw leiding, dat die samenwerking eigenlijk veel beter ging. Nou, dat is fijn om te horen. Onze insteek van de taskforce was ook om dat samen met Ansaldo Breda te doen. Alleen in die 4 maanden dat Ansaldo Breda kon komen met hun herstelplannen en kon laten zien dat die samenwerking beter ging en niet alleen plezierig in de relatie, maar vooral ook met realistische plannen komen, is de conclusie van ons geweest, is dat we daarin niet het vertrouwen hebben gekregen dat ook zou gaan gebeuren. Ja, in ieder geval helder, uw taskforce was niet enthousiast over het verbeterplan. Correct. We hadden het net over de evaluatie van de NS en het rapport Mott MacDonald. Zijn die resultaten nou ook gedeeld met de heer Man van Lotte van Ansaldo Breda? Nee, dat is niet gebeurd. En de reden daarvoor was omdat wij
de heer Manfalotto, het waren onze resultaten. En dat had ook te maken met het feit dat wij ons ook heel goed natuurlijk moesten voorbereiden op de juridische afwikkeling van de situatie die was ontstaan. En het daarin niet verstandig was om die resultaten al op dat moment te delen. Ja, dus het was een juridische afweging om de resultaten zeg maar niet te delen. Nog even over dat verbeterplan. De heer Manfalotto had een plan gemaakt wat 14 maanden zou duren. En in overleg met de taskforce, neem ik aan, werd 14 maanden, werd 17 maanden. Dus er is wel echt goed gekeken naar de plan en ook toch wel het idee gewekt om er wat langer over te doen. Heeft u daar een beeld bij, hoe die discussies zijn gelopen over dat verbeterplan? Nou, daar weet ik niet alle details van, nee. Ik weet alleen dat de werkgroep onder de heer Van As heel helder heeft aangegeven met hun rapportage dat zij het verbeterplan van Ansaldo Breda niet geloofwaardig vonden. Plus ook nog de inschatting van het feit dat er ook nog een aantal andere dingen georganiseerd zouden moeten worden om überhaupt tot een goede retrofit en goede treinen te komen, zoals we eerder al bespraken. En dat samenstel heeft tot conclusie gegeven, het kan, maar het gaat lang duren en het is ook risicovol vanwege de ervaringen die er tot nu toe zijn en de competenties die Ansaldo Breda heeft. Ja, dus kijkend naar de onderzoeken die u heeft uitgevoerd, was uw conclusie, de trein is te fixen, is te repareren. Mm-hmm. Het duurt wel 17, 22 maanden, misschien zelfs 29 maanden, maar vanwege ook het vertrouwen in Ansaldo Breda was in ieder geval een doorstart niet mogelijk. Correct. Niet gewenst. Okay, correct. Ik kijk even naar mevrouw Vos. Nee. We hadden het net even met elkaar over in dit verhoor over wat voor argumenten er nou spelen om dat besluit te nemen. Mm-hmm. Om te stoppen met de Vira. Nou, één daarvan hebben we net besproken. De technische gesteldheid van de treinen en het vertrouwen in Ansaldo Breda. We hadden het net kort ook even met elkaar over de financiële argumenten. U zei, nou, doorgaan, stoppen, dat was een beetje om het even. Mm-hmm. Maar kijkend naar kosten, afschrijving en onderhoud, dat is natuurlijk voor een hoge snelheidstrein altijd duurder ten opzichte van regulier, conventioneel materieel. Nu is er nog een ander vraagstuk wat ook een rol speelt. En dat is, hoe liep nou die communicatie ook met NMBS? Was het nou zo dat NMBS eerder besloot te stoppen en dat daarna de NS kwam? Hoe verliep dat? Ja, nou, daar is het nodige over geschreven, ook door deze en gene in boeken en in de media. Hoe dat is gegaan is, eigenlijk was al heel lang duidelijk dat de NMBS niet echt, in ieder geval niet echt positief was over doorgaan met de treinen. Wij hebben gezegd, wij moeten onze eigen afweging maken. Daarvoor hebben we ook een eigen proces ingericht. Op een gegeven moment ben ik op een vrijdag, de week voordat wij het besluit hebben genomen, naar België afgereisd om daar een topoverleg te hebben met de heer De Scheemaker. In dat overleg heeft hij aangegeven dat hij van plan was om de week daarna, de vrijdag daarna, dus dat is uit mijn hoofd de 31ste denk ik, in zijn raad van commissarissen voor te leggen om te stoppen met de V250. Dank u wel. Nou, even voordat u dat deel van het proces vertelt, even de start. In januari werd al eigenlijk een beetje duidelijk dat NMBS wilde stoppen. We hebben dat ook aan de heer De Scheemaker gevraagd. En die zei, nou, er was eigenlijk een kleine mogelijkheid nog om door te gaan. Een herstel van 3 maanden. Maar wanneer werd voor u echt duidelijk dat NMBS definitief wilde stoppen? Was dat bij die vrijdag. Op die vrijdag hebben zij gezegd, van die vrijdag daarna ga ik dit voorleggen? Nou, ik ga ervan uit dat zijn raad van commissarissen dat zou ondersteunen. Ja. Dus die vrijdag, de 31ste wilde ze naar buiten. Ja, dus de week daarvoor heeft hij dat aan mij gemeld. Dat heb ik toen voor kennisneming aangegeven. Ik heb gezegd, wij hebben dat besluit nog niet genomen. Wij zijn van plan dat besluit te nemen op 3 juni en op 5 juni. Want dat was de directievergadering die daarvoor gepland was en de Raad van Commissarissen. Die was op dat moment dus ook nog niet over uit om te stoppen? Nee, wij hadden de informatie van de beide werkstromen waren nog niet bij elkaar gebracht. Die zouden op de 29ste bij elkaar komen en zouden dan als stukken worden aangeleverd voor de directievergadering op de 3e en de Raad van Commissarissen op de 5e.
Toen ben ik teruggegaan natuurlijk naar Nederland. En toen heb ik gezegd, ik heb toen al eerst nog tegen de schemaker gezegd, nou, het zou toch wel plezierig zijn dat je in ieder geval de communicatie over je besluit nog even stilhoudt. Want dan kunnen wij, afhankelijk van de keuze die we maken, tegelijkertijd naar buiten. Want dat was wel een wens van u om gelijktijdig naar buiten te gaan. Ja, dat vond ik belangrijk. Ook omdat je dan ook duidelijkheid kan geven. En wat de uitkomst ook is. Dus ook als wij zouden doorgaan en hij stopte of we zouden allebei stoppen. Dat je dat dan ook op een gedoseerde en goed onderbouwde manier kan uitleggen. En op dat moment, hoe ver was u toen bij het besluit om te stoppen? Was het een kwestie van 50-50 of... Ja, toen waren wij. Nou, toen was het in principe nog. Toen waren die twee werkstromen nog niet financieel en nog niet, met name operationeel bij elkaar gebracht. Want wat ik net zei, het gaat heel erg over het risicoprofiel. Ja. En als het alternatief natuurlijk ook heel risicovol was geweest, of heel veel magerder in de zin van dat het niet zou op geen enkele manier zou kunnen voldoen aan een alternatief wat ook gewenst zou zijn, dan kan je daar geen besluit over. Hè? Dus u was nog in afwachting van informatie over de twee stromingen, maar was u op dat moment, lag nou de nadruk van, nou, het kan wel eens zo zijn dat we gaan stoppen? Ja. Was dat, daar lag wel het accent? Ja. Nou, ik had zelf op dat moment dat ik dacht, ik ben heel benieuwd wat er uit die werkstromen wordt. Maar de zorg die de schemaker had over over Ansaldo Breda en het vermogen om dat op te lossen, die zorgen, die deelde ik natuurlijk. Tegelijkertijd vond ik dat wij onze eigen afweging moesten maken en niet omdat de Belgen die afweging hadden gemaakt. Dus toen op maandag heb ik nog met hem gesproken over, stel dat wij wel de keuze maken om door te gaan, kunnen wij dan jullie treinen overnemen? Want dat is natuurlijk ook belangrijk om te weten. Welke datum was dat? Dat was maandag de... Even kijken, dat is dan de 27e, denk ik. Dus toen zat u nog op het idee van misschien gaan we door en gaan we zelfs treinen van de Belgen overnemen? Nee, niet zelfs. Om door te gaan is het wel belangrijk dat je dan vervolgens zegt, oké, wat ga je dan doen met die internationale verbinding? Ja. Maar laat ik even uitleggen waarom ik zeg zelfs. Op dat moment had de inspectie eigenlijk aangegeven, de Belgische inspectie, dat ze de vergunning voor de treinen niet wilde verlengen. Dus dan neem je misschien op zo'n moment treinen over die niet in België kunnen rijden. Ja, nou dat was mij niet bekend. En dat hadden we, we hebben vooral verkend van, stel je voor, ben je er überhaupt bereid toe? Want dat had je ook niet meer in die korte tijd überhaupt kunnen regelen. En hij heeft toen gezegd, daar ben ik bereid toe om dat eventueel te doen. Dus er zelfs ook gesproken over globaal onder welke voorwaarden. Toen heb ik gezegd, oké, laten we... Ik denk dat het toch dinsdag was, eerlijk gezegd, want we hebben het besluit genomen op woensdag. Toen zei ik, nou, prima, ik neem het mee. En toen op woensdag kwamen die werkstromen bij elkaar en kwamen wij uiteindelijk tot dezelfde beslissing. En toen heb ik ook gezegd, we hoeven daar niet meer op door te gaan. Ja, dus u zag zich niet gedwongen om te stoppen met de Vira, omdat de Belgen eerder hadden besloten om te stoppen? Nee. Het is een eigen zelfstandige afweging geweest van de NS op basis van de informatie van de twee werkstromingen om zelf dat besluit te nemen. Correct. Dat is, en nog heel even terugkomend op de communicatie tussen u en de heer De Schemaker dat u een aantal treinen wilde overnemen. Op dat moment was bij u dus niet bekend dat de Belgische inspectie had gezegd, wij gaan niet de vergunning verlengen. Dus er had een situatie kunnen ontstaan dat u de trein had overgenomen, maar dat die treinen in België niet hadden kunnen rijden. Nou, ik denk dat het nog nooit zo ver was gekomen. Want voordat we die treinen echt hadden overgenomen, hadden wij ons natuurlijk wel... Ik bedoel, dan moet je allerlei contracten, ga je allerlei voorwaarden hebben. Dus het ging mij veel meer om, is er überhaupt de bereidheid? Want als een u wist het niet. Mijn vraag aan u was, wist u op dat moment dat de Belgische... Toen ik dat vroeg, mij was dat op dat moment niet bekend. Nee, correct. Speelde nou ook een van de argumenten een rol, het negatieve imago die aan deze trein kleefde? Was dat ook nog iets wat u in de besluitvorming heeft meegenomen? Ja, we hebben natuurlijk een heleboel dingen meegenomen. Het imago en het feit dat de Belgen het niet wilden, hebben wij natuurlijk wel meegenomen in de besluitvorming. Het is niet de reden geweest dat we het niet hebben gedaan. Maar het zijn allemaal factoren die je meeweegt in je uiteindelijke keuze. Dus ook denk je na over
hoe valt die trein? En dan was het duidelijk dat dat in ieder geval een hoger risicoprofiel had dan stoppen op dat moment. Ja, nog even over die twee werkstromen. Mm-hmm. Hoe hield u nou vinger aan de pols wat daaruit zou komen? Want het kon natuurlijk niet zo zijn dat u als hoofd van die taskforce uiteindelijk verrast wordt door de uitkomsten. Hoe ging dat? Nou, dat ging heel intensief. Maar dus die werkstromen die werden wekelijks werden daar updates van gegeven. Overigens was het wel zo dat die werkstroom voor het alternatieve materieel, daar zijn we ietsje later mee begonnen in het proces dan met de eerste werkstroom. Dus die hadden wel een hele behoorlijke inhaalslag nog te maken om dat allemaal op tijd af te hebben. Ik ben vooral op de hoogte gehouden van, kan het überhaupt? Kan het met de V250 en wat betekent dat allemaal? En de andere is, kan het met het alternatief? Dus je had wel een beeld al van de uitkomsten. Ja. Het was niet een verrassing wat eruit kwam. Ja, maar niet nog ten opzichte van elkaar afgewogen. Dus de werkstroom van het alternatieve materieel was later gereed dan de werkstroom van de V250. En uiteindelijk is het natuurlijk wel, je kan wel zeggen, ik stop ermee, want het duurt me te lang. Maar als die andere werkstroom nog veel langer gaat duren, dan had het best kunnen zijn dat we natuurlijk uiteindelijk toch tot de conclusie hadden moeten komen om door te gaan. Kwamen die werkstromen nou in een versnelling, omdat de Belgen eigenlijk hadden besloten te stoppen? Was nee. het dat u zei tegen de mensen die daarmee bezig waren, nou, ik moet snel die informatie krijgen, want we moeten waarschijnlijk de 31ste misschien naar buiten? 31 mei 2013? Nee, want op de 29ste zou al die informatie al bij elkaar komen. Omdat op de 30ste zouden de stukken, die werden altijd op donderdag zeg maar voor de directievergadering verstuurd, zouden de stukken ook verstuurd moeten worden naar de directie en naar de RVC. Dus dat was eigenlijk gewoon een natuurlijk moment. Ja. In maart 2013 voert u topoverleg met het ministerie van INM. En daar spreekt u ook over het alternatief. Op 16 april 2013 schrijft mevrouw Mansveld, staatssecretaris aan de Tweede Kamer, dat ze aan de NS heeft gevraagd een vijftal scenario's uit te werken. Slechts in één van die scenario's is het ook een optie dat de concessie wordt ingetrokken. Ja. En daarmee zou ook de binnenlandse HSL-diensten meteen stoppen. Betekent dat er dus ook ruimte was met het ministerie over hoe de NS uitvoering kon geven aan de concessie zonder de Vira? Ja, en dat kwam omdat er ook heel duidelijk was dat er een heleboel andere reizigerswensen waren dan in 2000. Er was een grote behoefte vanuit reizigersorganisaties voor een intercity. Hè, dus het mag ik daar nog één ding over vragen? U zei dat de vorige keer ook. En u zei ook dat er onderzoek had plaatsgevonden. Ja. Zijn er ook onderzoeksrapporten over hoe dat veranderd is, die reizigerswens? Ik denk het wel, ja. Want we hebben daar, de NMBS wilde daar toen niet aan meewerken. Maar we hebben Intraplan, heet dat. Die maken allerlei internationale reizigersstromen. En er zijn volgens mij wel iets van 8 scenario's uitgerekend van hoe dan de reizigersstromen zouden zijn als je ook intercity zou gaan gebruiken. Wat dat zou betekenen als je Zuid-Holland zou laten aansluiten. Want dat was de wens. Ja. Den Haag wilde aangesloten worden. Zuid-Nederland wilde graag aangesloten worden. Dus die maatschappelijke wensen wilde de staatssecretaris eigenlijk al het liefst mee in dat plan wat wij zeg maar medio juni moeten opleveren. En bij de uitwerking van de scenario's waren dus ook die onderzoeken, waren ook de onderbouwing ook van welke scenario's zijn nu eigenlijk beter en welke past het beste zeg maar, bij de reizigerswensen? Ja, volgens mij wel. Maar hoe ver die onderzoeken precies waren, dat moet ik echt even navragen. Ja. Maar dat kwam correct. Maar het is in ieder geval belangrijk om vast te stellen dat er bij het ministerie van IEM ruimte was dat de NS de concessie zou kunnen behouden zonder de Vira. Zonder de Vira, maar niet noodzakelijkwijs zonder een HSL-trein. Dus want daar hebben wij later natuurlijk toen op een gegeven moment gezegd is, oké, jullie krijgen de kans tot 1 oktober met een volwaardig ander bod te komen. Ja. Hebben wij ook gekeken naar een vervanging van de Vira door een HST-trein. Ja. Van de heer Robbe begrepen we dat de NS zonder de Vira de afspraken uit de concessie niet zou kunnen nakomen. En u geeft aan, wellicht zou er dan een alternatief moeten zijn voor de Vira en hoge snelheidstreinen. Ja. Dat is wat u toevoegt. Ging u er desondanks er in mei vanuit, voordat de NS definitief besloot te stoppen met de Vira,
dat de staatssecretaris de HSL-concessie niet zou intrekken als de NS zou stoppen met de Vira. Het is een hele lange moeilijke zin met de ontkenningen, maar ik denk dat u hem wel begrijpt. Nee, daar ging ik niet van uit. Ik had wel de indruk... U snapt mijn vraag? Ja, ik begrijp uw vraag. Uw vraag is, had ik eigenlijk al een soort zekerheid dat die concessie toch wel werd behouden, ook al gingen we stoppen met de Vira? Niet de zekerheid. Ik lees hem nog even een keer voor. Ging u er desondanks in mei vanuit, voordat de NS definitief besloot te stoppen vanuit de staatssecretaris, dat ze de HSL-concessie niet zou intrekken als de NS zou stoppen met de Vira? Dus we hebben het niet over allerlei kansberekeningen. Nee, daar ging ik niet van uit. Ging u niet van uit. En waarom ik hem ook nog even herhaal, om u ook even de kans te geven om even goed na te denken over de vraag. Want op 30 mei is er een vergadering met de Raad van Commissarissen, een hele belangrijke, waarin de NS ook besluit te stoppen. En in die vergadering presenteert u de mogelijkheid, zeg maar, dat die concessie wordt ingetrokken. Daarvan zegt u, nou, op korte termijn is dat op zich geen reden om van de NS de HSL-concessie af te nemen. En u zegt zelfs dat het onwaarschijnlijk is. Ja, dat klopt. Maar u vroeg net of ik dat al aan het begin wist. Ik vroeg mij daarom herhaalde ik hem. Ik dacht toen het moment dat ze die brief schreef in april. We hebben natuurlijk de hele tijd contact gehad met het ministerie, ook over de alternatieven. Want, zoals gezegd, het waren eigenlijk twee dingen die er speelden. Namelijk het rijden met de V250, oftewel een hoogsnelheidstrein. Plus alle reizigers en maatschappelijke wensen die eigenlijk niet meer aansloten bij het oorspronkelijke patroon van de concessie uit 2000. En het was duidelijk dat het ministerie eigenlijk het liefst ook invulling gaf, ook aan die reizigerswensen, ook omdat reizigersorganisaties dat zo duidelijk aangaven. Dus dat we met minder, en in dat geval zou je met minder hoogsnelheidstreinen rijden, omdat je ook intercities zou gaan rijden. Had ik wel de indruk op basis daarvan dat er een mogelijkheid was dat we ook met een andere propositie dan puur het oorspronkelijke vanuit 2000 de concessie nog konden behouden. En wanneer ontstond dat idee dat dat kon? Ja, dat is natuurlijk... Ja, dat weet ik niet precies of dat nou zo... Maar of was dat nou maart of april? In ieder geval, tijdens die presentatie in de Raad van Commissarissen bent u ervan overtuigd dat, zegt het, dat het onwaarschijnlijk is dat die concessie wordt ingetrokken. Dus dat u ruimte heeft om met een alternatief te komen. Ja. Maar wanneer daarvoor had u het idee van... Nou, ik denk, we hebben ze natuurlijk steeds op de hoogte gehouden van wat we aan het doen waren. En ook op de hoogte gehouden van de alternatieve werkstroom. En dus ik vermoed dat ik daar steeds... Maar ik heb niet een soort moment in gedachten van toen zeiden ze... Het is een groeimodel, maar het is wel een belangrijk moment natuurlijk, dat je als NS de zekerheid hebt van, nou, we komen misschien met een alternatief voor de Vira, maar de concessie wordt niet ingetrokken. Dus ja, die zekerheid, volgens mij stond er ook iets anders bij in diezelfde Raad van Commissarissen, of in ieder geval in een van de directievergaderingen, dat INM dat nog wel kan zeggen, maar dat het geen politieke... Uiteindelijk als Kamer hebben wij... Dus wat dat betreft, als u aan mij vraagt... zekerheid, ik vond het... Ik had dat gevoel helemaal niet. Maar we hebben het ook niet over zekerheid en politiek, want we weten dat er altijd een vervolgproces is en dat ook de Kamer daar een rol in heeft. Maar u zegt in ieder geval in die vergadering van de Raad van Commissarissen, INM heeft aangegeven dat NS bij het terugsturen van de Vira-trein en het niet hebben van een HST-oplossing op korte termijn op zich geen reden is om van de NS de HSL-concessie af te nemen. Ja. Dus u had het ook direct begrepen van het departement, als ik zo... En toch om dat nog even te markeren, wanneer, u zegt het is een soort groeimodel, maar wij vinden het belangrijk om de feiten ook te hebben. Wat was nou het markeermoment dat u dacht van, nou, er is een mogelijkheid als wij stoppen met de Vira, we bieden geen hoge snelheidstrein als alternatief, wij behouden als NS die concessie. Was dat in maart of april? Ja, ik kan daar nog, wat ik net al zei, ik kan daar niet een specifiek moment voor markeren. Maar ik denk dat dat ergens eind mei, medio mei steeds meer gegroeid zijn. Want we hebben hen elke twee weken gesproken. Dus op een gegeven moment merk je, als je ze meeneemt, van dit zou het alternatieve bod zijn, et cetera. Komt dat dan een beetje in de buurt? Dus ik zou graag willen, maar er zit niet een soort moment van, nu heb ik een telefoontje gehad en jongens, nee. Het is een groeimodel, zegt u, met elkaar om te bespreken welke alternatieven zijn.
In mei, zegt u, medio mei, wisten we het met meer zekerheid. Ja. En dat is ook de reden waarom u uw raad van commissarissen daar ook over op die manier kon informeren. Ja, en ook omdat wij zelf natuurlijk, hadden wij ook allerlei sommen gemaakt en gekeken. En hadden we ook een inschatting gemaakt dat een alternatief... misschien ook wel een hele goede oplossing zou kunnen zijn voor die nieuwe reizigerswensen. En daarmee ook misschien op draagvlak zou kunnen rekenen. Als ik dit onderdeel nu even samenvat van wat nou de argumenten zijn geweest om te stoppen met de vieren. U heeft een aantal onderzoeken laten doen waaruit bleek dat de trein te fixen was, te repareren was door een retrofit. We hebben het met elkaar over gehad in dit verhoor, 17 à 22 maanden, maar zelfs 29 maanden met toelating, certificeringen bij, verbinding met allerlei mensen die daar ook nog mee bezig zouden zijn. Maar een hele belangrijke reden geeft u aan ook dat u geen vertrouwen meer had in Ansaldo de Breda. Ja. Financieel hebben we het ook met elkaar erover gehad. Hè, dat u zegt dat doorgaan of stoppen, nou, dat was om het even. Maar als het echt gaat over de onderhoud, de afschrijvingen, dat het goedkoper was om te stoppen met de Vira ten opzichte van geen hoge snelheidsmateriaal. En we hebben met elkaar besproken dat u op een gegeven moment ook te horen kreeg van het departement dat de concessie niet ingetrokken zou worden. Als de NS met een oplossing zou komen, zijn er niet de Vira en zijn er ook niet een hoge snelheidstrein. Nou, die laatste, die wil ik... Ja. Ik heb het niet te horen gekregen. Ik heb in ieder geval de indruk gekregen van hun dat dit niet een reden zou zijn om de concessie in te trekken. Dat is nog iets anders dan het komt allemaal goed en het is allemaal fixed. Ja, het tweede, heeft aangegeven, ja, het politieke proces komt nog. Exact, maar ook, dus die inschatting is heel erg belangrijk. Even iets over geen HST, dat was niet een onderdeel daarvan. Wij hebben ook op 6 juni een voorstel neergelegd met een vervanging voor de Vira. Dus het was niet zo dat we al in het alternatief ook een beslissing hadden genomen om, of het gevoel hadden dat we daarmee niet per definitie een hoogsnelheidstrein zouden moeten hebben. Maar dan lees ik toch nog even dat citaat voor uit uw eigen presentatie aan de Raad van Commissarissen. INM heeft aangegeven, dus heeft aangegeven, heeft gecommuniceerd, dat NS bij het terugsturen van de Vira-treinen en het niet hebben van een hoge snelheidstreinoplossing op korte termijn op zich geen reden is om van de NS de HSL Zuid-concessie af te nemen. Dat is wat er staat. Ja. En zo heeft u ook uw raad van commissarissen geïnformeerd. Ja. Nou ja, kijk, als dat... Dat is niet in ieder geval... Ik bedoel, het staat er. Hè, dus wat dat betreft kan ik daar... Feiten zijn de feiten. Het is echter wel zo dat we daarna ook nog heel serieus hebben gekeken naar een HST-aanbod. Dus ik heb zelf niet het gevoel gehad... Het een sluit het ander misschien ook niet uit, hè? Nee, maar toch eventjes voor mij was veel meer van het niet komen... Het stoppen met de Vira en het komen met een alternatief is niet op voorhand de reden om de concessie in te trekken. Dat was het belangrijkste onderdeel daarvan. Ik kan ook niet ontkennen dat daar staat wat er staat... maar dat was voor mij in ieder geval de belangrijkste reden. Ja. Ik kijk even aan naar de heer Elias. Ja, ik heb nog één aanvullende vraag over dat... wat we zo even het markeermoment zijn gaan noemen. Op 20 maart, en dat is toch echt 2 maanden eerder dan dat voorstel... bij de Raad van Commissarissen wordt bepleit en overgenomen. Is er topoverleg tussen de NS en INM? Mm-hmm. Ook daaraan refereerde collega Bergkamp kort. Herinnert u zich dat toen van de zijde van de INM zogeheten precondities zijn genoemd die voor NS heel gunstig waren om naar een oplossing te gaan zoeken? Ik herinner ze me niet, dus misschien kunt u ze voor mij herhalen. Nou, een van de preconducties was, om het dan maar formeel te formuleren, dat de aanpak en uitwerking moet passen binnen de bestaande contractuele relaties, zoals onder andere vervoersconcessie voor het HSL, concessieovereenkomst tussen staat en HSA en onderhandelakkoord tussen INM en NS. Mm-hmm. Met alle kennis die wij nu hebben, staat daar eigenlijk, de concessie zal voortlopen en NS moet een eventueel probleem binnen die concessie zien op te lossen. Nou, zo heb ik dat niet begrepen. Ik heb begrepen, je moet met iets komen wat wel aan de concessie voldoet. Dus ik heb dat niet... Ik zie niet hoe dat een soort van
Nou, er wordt ook gemeld dat het bijvoorbeeld niet verstandig is om nu al vervoersscenario's te gaan uitwerken die allerlei verwachtingen in de markt zouden creëren die binnen dat kader niet zouden passen. Lees dat de concessie zou worden opgezegd en dat iemand anders het vervoer voor zijn rekening zou kunnen gaan nemen. Ja, zo heb ik dat echt niet begrepen. Dus, en ik zou dan toch even goed terug moeten naar die vergadering en het ook even zelf moeten lezen om me te herinneren hoe dat precies bedoeld is. Maar ik heb dat niet begrepen als van jullie kunnen nu alles maar doen en je hebt de concessie. Het is niet zo dat u zich herinnert dat u eind maart terugkomend van dat overleg dacht, nou, dit comfort gaat echt helemaal de goede kant uit voor de. Nee, helemaal niet. Nee, dus vandaar ook mijn antwoord aan mevrouw Bergkamp, dat het niet is dat ik me een soort specifiek markeringsmoment herinner van oké, dit is kat en bakkie. Het was namelijk ook zo dat er tijdens die vergadering ook al werd gesproken en was gesproken over verschillende vervoersconcepten. Ja, maar dat klopt, maar dat is natuurlijk ook daarna vertaald in de brief van staatssecretaris Mansveld, omdat ook heel duidelijk was dat tegelijkertijd, los van de problematiek rondom de V250, er gewoon veel onvrede was in de samenleving en bij reizigers over het vervoersaanbod van de HSL Zuid conform de oude, conform het onderhandelakkoord, wat ook was conform het eerdere concessieafspraken in 2000. We hoorden gisteren over de interventie van de aandeelhouder tijdens uw bespreking met de Raad van Commissarissen. In die periode 31 mei en 7 juni heeft u zelf ook veel contact gehad, of contact gehad met ook bewindspersonen, met minister van Financiën, staatssecretaris Mansveld. In die periode? Of ik die contacten heb gehad? Ja, in die week. Niet met, met de heer Dijsselbloem. Moet ik even nadenken of ik contact heb gehad met Mansveld, heel kort even. Want dat was in die week, had zij een overleg volgens mij met de heer De Scheenmaker. En zei, ik was met mijn team aan het eten in Den Haag, ja. In de Harbor Club volgens mij. En toen zaten zij daar en toen heb ik haar heel even kort gesproken. Maar ik heb haar niet zelf overleg gehad met Mansveld. Anders dan helemaal aan het begin toen we de tijdelijke treindienst moesten realiseren. Dus ook niet na de interventie namens de heer Dijsselbloem tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen? Jawel, maar dat was eigenlijk na het besluit om te stoppen. Dat was de maandag, 3 juni, ben ik met de heer Meerstad in Den Haag ontboden feitelijk bij mevrouw Mansveld. En toen hebben wij met haar gesproken. En toen hebben wij ook op 3 juni haar de brief geschreven dat we wilde stoppen. Maar u wilde toch al stoppen. U had zelf al een raad van bestuursvergadering gehad. Dat klopt. De raad van commissarissen. Is het nou zo dat in die tijd, en dat hebben we ook begrepen tijdens de verhoren, uw besluit een voorgenomen besluit werd door de interventie van eigenlijk namens de heer Dijsselbloem? Nou, dat klopt. Wij hadden een besluit genomen. Formeel was het ook zo dat het een besluit is waar geen goedkeuring van de aandeelhouder voor nodig is. Maar de heer, dus zowel wij als directie als de Raad van Commissarissen hadden dat besluit al genomen. De heer Dijsselbloem wilde graag dat het een besluit was waar de aandeelhouder of het kabinet feitelijk ook iets over moest vinden. En vandaar dat we hebben gezegd, oké, wij hebben het besluit genomen. Maar het is ook logisch natuurlijk als zij dat willen als aandeelhouder, dat zij daar dan uiteindelijk hun zegen aan kunnen geven. U vond dat niet raar. U bent geeft leiding aan de taskforce. Ja. U heeft het afgestemd met de Belgen. We gaan 31 mei treden we op dezelfde dag naar buiten. Dan komt er een interventie van de aandeelhouder die formeel daar geen positie in heeft. Nou, dat vond ik wel vervelend, ja. Dat, maar goed. De aandeelhouder is de aandeelhouder. Heeft het nou ook negatieve consequenties gehad dat er niet gelijktijdig naar buiten werd gecommuniceerd door de NS en NMBS? Nou, ik denk dat het wel veel sterker over was gekomen als we dat gezamenlijk hadden gedaan. Ik weet niet of het specifiek of er echt feitelijke schade aan gedaan is, maar ik vind het netter dat je dat gezamenlijk doet. Dus dat was ook echt mijn voorkeur geweest. Ja, wie weet is er ook beeld daardoor ontstaan dat de NS niet anders kon. Ja, dat kan. Ja. En dat is dus feitelijk niet correct. Maar dat beeld ontstaat dan makkelijker dan dat je dat gewoon gezamenlijk doet. Ja. Ja.
Is er in die week ook een gezamenlijke strategie besproken met de NS, met het ministerie van INM of met Financiën, van hoe moeten we nou die boodschap vertellen naar buiten over het stoppen met de vieren? Want het is natuurlijk een pijnlijke boodschap. Ja. Er is veel over te doen geweest. Is er afgesproken wat de communicatiestrategie zou zijn? Nee, de focus is heel erg geweest op hoe krijgen we de Belgen zover dat ze nog even uitstellen met communiceren. Want het was natuurlijk een interne besluit. Hè. Wij hadden ook het besluit genomen. Wij wilden het liefst, gewoon netjes de 15 juni. Brief gezamenlijk aan de staatssecretaris en dat allemaal voorbereid. Maar de Belgen zeiden, wij willen meteen na die vergadering van hun raad van commissarissen communiceren, want wij hebben in onze raad van commissarissen politici en die lekken uit. En toen zeiden we, ja, maar kun je die dan niet vragen toch dat niet te doen? Nou, daar is zelfs nog contact geweest vanuit INM om dat te vragen aan de schoonmaker. Maar hij vond dat een te groot risico. En daarmee werd natuurlijk de tijd om een en ander heel goed voor te bereiden, werd wel heel krap. Ja, en na de 31ste, dus nadat NMBS naar buiten ging, hoe is er verder gesproken met het ministerie om toch de moeilijke boodschap aan de burgers te verkopen, zeg ik het maar even, dat er gestopt zou worden met de vieren? Nou, eerlijk gezegd is dat ons allemaal wat overkomen, als ik eerlijk ben. Want wat gebeurde er? Wij hadden afgesproken, de Belgen zijn nu naar buiten, maar wij doen gewoon netjes de 15e. En dan had je dus nog anderhalve week om dat netjes voor te bereiden. Toen bleek op 2 juni 's avonds dat de Telegraaf informatie had dat wij hadden besloten om te stoppen. En informatie had dat Bert Meerstad als president-directeur zou weggaan. Toen hebben we contact gehad met het ministerie van wat is nu het beste. Want dat staat morgen in de krant en dan heb je er helemaal geen grip meer op. En toen hebben we gezegd, dan is het beste is dat wij op de derde ook communiceren. Ja. Daarvoor zijn we eerst dus bij het ministerie langs geweest, dus bij mevrouw Mansveld. En toen hebben wij de brief aan mevrouw Mansveld en de heer Dijsselbloem gestuurd, die op 3 juni is gestuurd. Is niet de meest ideale route? Nee, helemaal niet. Ja. Nee. Op dat moment was ook wel bekend wat de hoofdlijnen waren van het alternatieve vervoer. Dat was in ieder geval voor de NS duidelijk. En u nam dat ook mee in uw besluitvorming om na te denken over de alternatieven. Waren eind mei 2013 voor het ministerie van INM ook de hoofdlijnen van het alternatieve vervoer helder? Dat is een goede vraag. Die kan ik niet... Ik denk het wel, maar ik weet het niet helemaal zeker. Want wij hebben namelijk in die week, tussen 3 en 6 juni, op 6 juni hebben wij namelijk de brief gestuurd om met ons uitgewerkt alternatieve bod, of in ieder geval een eerste beeld, dat is uiteindelijk een ander alternatief bod geworden. En daar hebben we toch in die week nog vrij hard aan gewerkt om dat allemaal goed op te schrijven in het licht van communicatie. Dus ik denk dat wij wel al de eerste lijnen met hun gedeeld hebben, maar de meer verfijnde uitwerking is pas in die week gekomen. Dus de hoofdlijnen waren bekend en de verdieping, de uitwerking, vond in die week verder plaats. Ja, dat denk ik. Maar dat zou ik even moeten nakijken, want op zich is er heel veel communicatie geweest en ook dingen gedeeld. Ja, en waarom ik dat ook vraag, de heer De Scheemaker gaf aan dat er op 28 mei een soort brainstorm was met u en met de heer Fukke. En dat er gesproken werd over Eurostar en allerlei combinaties. Ja. Dat is waar, dat klopt. Ja. Daarmee was ik me even vergeten, maar dat klopt. Dat was op de kamer van de heer Fukke. En daar hebben wij toen een soort eerste verkenning gedaan. Dat was overigens nog wel echt heel erg met een soort van whiteboard. En vervolgens heeft de NMBS daar een eigen alternatief voor uitgewerkt en in haar brief gestuurd. En wij hebben op 6 juni een iets breder palet neergelegd. En op 6 juni komt er natuurlijk ook een brief van de NS, van u aan de staatssecretaris met het alternatieve vervoer. En zo is dat proces gegroeid. Dus als ik dit onderdeel even samenvat, als het gaat over communicatie, zegt u van nou, het is een zelfstandig besluit geweest van de NS om te stoppen. De Belgen waren wel wat eerder. Door een interventie van minister Dijsselbloem is het niet gelukt om de 31ste gelijktijdig met de Belgen naar buiten te treden. En vervolgens is er ook even geen grip op die communicatie, omdat er een artikel komt in de Telegraaf. Waardoor er ook weer versneld iets naar buiten moest komen. Ja, dat klopt.
Nog één vraag. Heeft minister Dijsselbloem ooit wel eens tegen u gezegd dat wat hem betreft de NS een eeuwigdurende concessie zou mogen krijgen? Ja, nou, zo heeft hij niet gezegd. U refereert denk ik naar mijn kennismakingsgesprek met de heer Dijsselbloem. Correct. Dat is in de zomer, want ik had voor het besluit om te stoppen nooit met de heer Dijsselbloem te maken gehad en ook nooit kennis gemaakt. En mijn herbenoeming speelde in de zomer. In het kader van mijn herbenoeming heb ik een kennismakingsgesprek gehad met de heer Dijsselbloem. En toen hebben wij gesproken, nou ja, überhaupt heel breed over de NS, maar ook over de HSL Zuid. En toen hebben we eigenlijk een heel debat gehad over of nou internationaal verkeer tussen Nederland en België, of dat nou een publieke, dus in een concessie te vervoegen dienst is, of dat dat een commerciële dienst is. Een van de gedachtes die hij had, maar overigens na die vergadering is dat nooit meer ergens teruggekomen, was een hypothese van, als dan is het eigenlijk internationaal niet een commerciële dienst en zou je dan niet moeten zeggen dat geef je aan de markt. Ja, en dan... Maar de wens van de heer Dijsselbloem was op dat moment, of vooral zijn reactie van een publieke? Nee, zijn reactie was een commerciële. En hij vond eigenlijk, en ik heb hem uitgelegd, dat het voor een groot deel ook een publiek, in ieder geval door reizigers wordt gezien. Oké, dus de heer Dijsselbloem zei het is een commerciële, u zei het is een publieke. En daarna was hij overtuigd van het feit dat... Dat ging snel? Ja, soms is hij wel te overtuigen. En waar komt dan dat beeld vandaan van een eeuwigdurende concessie? Nou, hij had een beetje zoiets, moet je nou als NS überhaupt die internationale HSL willen? Dat was zijn hele gedachte. En moet je niet je gewoon concentreren op binnenland en dan niet al die liberalisering. Dat is een ideologie natuurlijk ook. Hè? Niet die liberalisering en dan dat buitenlandse stuk gewoon bij de NS. Weg bij de NS en internationaliseren. En ik heb toen gezegd, nou ja, voor een heleboel reizigers wordt de verbinding naar België helemaal niet gepercipieerd als een commercieel iets. Want die discussie is ook heel erg geweest. Als je puur kijkt naar de commerciële misschien moeten we dit nog heel even afronden, anders gaan we filosoferen. En dat is misschien meer voor een gesprek dan voor een verhoor. Ik geef het woord weer aan de heer Van Gerven. Okay. Ja, even aansluitend om dat laatste, om even duidelijk toch de... Als ik u goed beluisterd heb, dan was het idee van de heer Dijsselbloem om voor het binnenland dan uit te gaan van een eeuwigdurende concessie en... als het gaat over buitenland, dat aan te besteden. Dat te zien als een commerciële activiteit. Dat was een idee hij bij mij heeft getoetst. En waar hij na die vergadering van overtuigd was dat dat niet een logisch idee was. Oké, goed. Dan is dat in ieder geval een beetje helder. Anders gaat dat natuurlijk een bepaald leven leiden. Er zijn een heleboel mensen die dit natuurlijk allemaal nauwgezet volgen. Mm-hmm. Ik wil met u naar de totstandkoming van het alternatieve vervoer daarop verder. Want toen NS in mei 2013 besloot definitief te stoppen met de Vira, toen was het alternatief vervoersaanbod nog niet definitief. En de vraag is waarom die keuzes eigenlijk niet in onderlinge samenhang zijn gemaakt. Dus met de Vira kunnen we dit aanbieden en zonder de Vira dat. Ik weet niet of ik uw vraag helemaal begrijp. Nou, u had nog geen, laten we zeggen, volledig uitgewerkt alternatief als de Vira niet zou rijden. Nee. Was het niet logisch geweest dat als u besluit we stoppen met de Vira, dat er dan ook meteen het alternatief ligt, dus dat die koppeling gemaakt wordt, gewoon vanuit de gedachte, geen oude schoenen weggooien voordat je goede nieuwe hebt? Er zijn eigenlijk twee redenen waarom dat niet zo was. Dus één, omdat wij ook in de brief van 6 juni hebben aangeboden om ook gewoon het onderhandelakkoord uit te voeren. Weliswaar dan niet met de Vira, maar met een nog nieuw te bestellen hogesnelheidstrein. Die zit ook in die brief van 6 juni. En het tweede was dat als je een nieuw, volwaardig alternatief wil neerleggen, moet je dat ook helemaal... goed hebben uitgewerkt. Moet weten de partij waar je dat mee doet, is dat haalbaar, et cetera. En dat was gewoon gegeven de periode van 4 maanden en alles wat daarin moest gebeuren, was dat niet haalbaar. Ja. Is er in de week dat
laten we zeggen, dat het ministerie van Financiën de regie zeg maar, naar zich toetrok, is toen ook gepolst of een meerderheid van de Kamer het alternatieve vervoer voor de Viera zou steunen? Nee, op dat moment niet. Althans niet voor zover ik weet, niet door ons. Dus niet vanuit NS? Dus nee. U hebt dat, maar had u daar niet een bepaalde, u moet daar toch wel een bepaalde indruk of vermoeden van gehad hebben? Ja, wat we natuurlijk wel hadden gedaan, maar dat was, we hadden allerlei verschillende alternatieve scenario's uitgewerkt. Volgens mij hadden we daar aanvankelijk zelfs 9. Dat is allemaal gedaan in overleg met verschillende stakeholders, vooral reizigersorganisaties. Dus we hadden wel een soort gevoel bij, zou dit passen? Volgens mij hebben wij niet zelf in die fase met Kamerleden gesproken over de eventuele invulling van het alternatief. In ieder geval voor zover mij dat bijstaat. Dat hebben we meer in de zomer gedaan. Dus ik denk het niet, maar dat zou ik nog moeten nagaan. In ieder geval niet dat u weet dat er actief, laten we zeggen, door mensen van NS bepaalde dingen in de week zijn gelegd, maar zeg maar bij een aantal Kamerleden. Volgens mij wel hebben wij, ik heb zelf met alle Kamerleden gesproken in die periode ook, omdat er een, gewoon überhaupt over de taskforce, hoe we dingen aanpakten, et cetera. Maar over, daar was toch vooral, hoe pak je aan, of je doorgaat of niet, en ben je wel serieus ook naar alternatieven aan het kijken, want er was een zorg bij de Kamer dat we eigenlijk in een fuik zouden zitten en per definitie zouden doorgaan met de V250. Of we in die periode echt inhoudelijk met hun gesproken hebben over dit zijn verschillende alternatieven, dat kan ik me niet herinneren. Dus dat zou ik echt moeten nagaan, maar dat staat me niet specifiek bij. Ja. Als we het even omkeren. Kijk, als u nou het gevoel hebt van nou, daar is geen Kamermeerderheid voor. Dat is toch een relevant gegeven. U moet natuurlijk een voorstel maken waar het kabinet mee vooruit kan. Of dat heeft u ook in die brief verwoord. Mm-hmm. Maar heeft u niet toch ook een gevoel gehad van nou, een meerderheid van de Kamer gaat dit ook wel steunen? Niet op dat moment. Wij wisten natuurlijk wel wat de maatschappelijke wensen waren. Het is niet voor niks dat we ook in die 6 juni brief ook hebben aangegeven dat we ook het onderhandelakkoord als een voorstel zouden kunnen uitvoerbaar achten. En dan zouden we dus nieuwe HST-treinen bestellen. Dus het was niet zo dat we al dat hele alternatieve bod. We hadden het ook nog niet helemaal uitgewerkt en we hadden het zeker niet helemaal al besproken met allerlei Kamerleden. Nee. En u zegt op 6 juni was het idee eigenlijk toch om nog een nieuwe HST aan te bieden. Mm-hmm. En later is dat gewijzigd. En ze zaten er beide in. Hè? Ze zaten in die brief zaten eigenlijk aantal alternatieven. En één was een soort een geheel nieuw vervoersaanbod wat rekening hield met de wensen van meer keuze tussen HST en tussen intercities, meer bestemming, et cetera. En de andere was het onderhandelakkoord onverkort uitvoeren. Ja. De staatssecretaris die wil dus dat NS met een volwaardig alternatief komt. En wist u welke criteria infrastructuur en milieu hanteren? Dus waaraan zeg maar kortom wat er van NS verlangd werd. Ja, volgens mij hebben ze daar zelf een heel afwegingskader van tevoren aan meegegeven. Maar dat, ja, maar goed, dat was u bekend. Ja, sterker nog, dat is van tevoren met ons gedeeld. En ze zei, u krijgt tot 1 oktober feitelijk de tijd. Maar we moesten 29 of 1 juli, even nadenken, 1 augustus denk ik, ja, moesten we ons voorstel inleveren. En dat is gebaseerd op, dat hebben we natuurlijk getoetst aan die criteria. Ja, en hoe is nou het belang van de reiziger? Hè? Hoe is dat nou concreet ingevuld bij het uitwerken van het alternatief voor die Viera? Nou, dat is hoe het is uitgepakt of hoe we daartoe gekomen zijn. Ja, hoe is dat nou concreet ingevuld? Want het was natuurlijk, ja, daar draait het eigenlijk om. Het criterium, zeg maar, het overkoepelende criterium. Maar hoe is dat concreet uitgewerkt? Dat is concreet uitgewerkt op een drietal punten. Namelijk dat er een grote wens was van reizigers om keuze te hebben. Dus zowel een intercity te hebben waar je gewoon met je Nederlandse abonnement in kon, waar je geen reservering hoeft te doen, et cetera, naar Brussel. Dus zeg maar een soort de Benelux terug. Als een hoge snelheids
oplossing. Dat is dus keuze tussen hoogsnelheid plus stoptrein. Dus meer een gevarieerd patroon in plaats van alleen maar hoogsnelheidstreinen. Dus meer keuze en meer verbindingen. We hebben veel meer verbindingen tot stand gebracht. Hè. Dus Eindhoven, Den Haag is erin gekomen. Maar er zijn ook een verbinding bijvoorbeeld naar Engeland ingekomen. Nou, er zijn allerlei nieuwe verbindingen tot stand gekomen. Uiteindelijk heeft het ook geleid tot meer treinen die over de hoogsnelheidstrein rijden. Er waren oorspronkelijk 86, het zijn er in dit aanbod 132. En meer 132 per? In zijn totaliteit, hè? Dus per dag feitelijk. 132. 30 verbindingen, in het en dat is inclusief het binnenlandse deel. Okay. En dan heb je nog meer bestemmingen. Dus dat is, wat ik net al zei, Engeland, maar ook de luchthaven van Antwerpen of Brussel. Ik weet nooit precies welke, waar het nou precies Zaventem. Ligt. Zaventem, ja. En zo zijn er een aantal meer, Den Haag, meer bestemmingen ingekomen. En dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke aanbod. En was reistijd ook een criterium? Reistijd was in die zin een criterium voor de treinen die over de HSL gingen. Dus de reistijd zou bijvoorbeeld verkort worden voor Eindhoven-Den Haag. En inderdaad in die HST-verbindingen voor Parijs en Engeland en Brussel. Wat uiteindelijk ingevuld is door de Thalys en Eurostar, is reistijd belangrijk. De afweging dat bijvoorbeeld een intercity langzamer ging, dat was ook iets wat reizigersorganisaties ook begrepen. Want dat was een van de wensen die ze zelf hadden. Het was dan zo dat de bijvoorbeeld voor de trein naar Brussel. Mm-hmm. Ik roep even in herinnering dat bij de concessieovereenkomst in 2001, daar werd 93 minuten aangehangen. Ja. Werd in het, laten we zeggen, in de vraag van het kabinet of van het ministerie, werd daar ook weer een reistijd aan gehangen. Dat weet ik niet meer precies. Of daar ook op een dergelijke manier weer. Zij hebben volgens mij, ze hebben uiteindelijk natuurlijk wel gekeken in hoeverre die reistijd voor die HST, denk ik, belangrijk was. Maar als ik heel eerlijk ben, weet ik niet uit mijn hoofd of dat nou zo specifiek een criterium was als zeker als in het verleden. Ja, ja. Want in de criteria stond wel als een van de zaken genoemd effect op reistijd. Ja. Dus reistijd werd wel als een als een belangrijk gegeven gezien van bij het uitwerken van, van het alternatief. Ja, alleen zit dat dus niet voor alle verbindingen. He, dus die reistijdversnelling die was er voor een aantal verbindingen, maar voor de verbindingen van de intercities, de intercity naar België, hebben we wel gesproken over reistijd. Maar dan ging het meer over hoe kom je met die Benelux weer zo ver mogelijk terug op de oude reistijd zoals die in het verleden was. Want dat was iets wat ingewikkeld was voor de eerstkomende jaren, omdat de dienstregeling in België compleet veranderd was. Ja, maar dan zegt u, dan heeft u het eigenlijk over de Benelux Plus trein. Ja. Ja. Dus dan, want die gaat niet over de HSL. Nou, die gaat een deel over de HSL uiteindelijk. Nu nog niet, maar uiteindelijk wel. Maar, maar op dit moment niet. Nou heeft u drie varianten aangeboden. En één variant erop en een alternatief plan, dat droeg eerst de werktitel Palet, hebben we begrepen. En later Venus. Klopt dat? Ja, ik weet niet of Palet en Venus, we hebben heel veel namen gehad, of die exact hetzelfde waren. We hadden een heel sterrenstelsel. Palet was eigenlijk hetgene wat wij in die brief schreven van 6 juni. En volgens mij is dat niet hetzelfde als Venus, want Venus is pas aan het eind eigenlijk naar voren gekomen, want daar is die Benelux, die een deel over de HSL gaat via Breda uitgekomen. En ik denk niet dat we die al in het palet hadden. Dus je kunt het niet één op één. Nee, volgens mij maar niet. Maar goed, uiteindelijk bent u via een aantal planeten op Venus uitgekomen. Ja. Waar ook weer verschillende gedachten over leven. Maar even over Venus sprekend. Er kwamen dus nieuwe verbindingen. We hadden het over Lille en Londen. Ja. Maar de rechtstreekse snelle verbinding van de Fiera naar Brussel, die verviel. En die werd vervangen door een conventionele trein naar Brussel. Dus welke variant had nou de voorkeur van NS? Nou, uiteindelijk is de Venus variant de variant die wij het beste vonden. Maar die is dus
uitgewerkt gedurende de zomer verder ontstaan. Het is overigens niet zo dat er zijn ook meer verbindingen naar Brussel gekomen. Ondanks het feit dat er een deel van die verbindingen ingevuld worden met de Benelux Plus, zijn er ook natuurlijk, doordat er treinen gingen naar Londen, kreeg je ook meer verbindingen weer naar Brussel. Doordat de Thalys met meer treinen ging rijden, kreeg je ook weer meer verbindingen. Dus een deel van die oorspronkelijk Vira verbindingen zijn ingevuld door middel van die andere hoogsnelheidstreinen. Maar dat is gebeurd door de Thalys eigenlijk? Nou, en door Eurostar. En Eurostar. Ja. Ja. Goed, maar niet een eigen HST-trein. Nee, omdat wij... Nee, dat klopt. Ja. En dat heeft uiteindelijk... dat was uw voorstel uiteindelijk, voorstel van NS. En dus dat is een alternatief plan waarbij dus niet die verbindingen en frequenties uit het onderhandelakkoord zijn overgenomen. Hè, waarin gesproken werd over 16 Vira-treinen, hoge snelheidstreinen. Was dat nou voor NS ook financieel de beste optie? Zeg maar de Venus-optie? Nee, dat is. Het was in ieder geval allemaal binnen het mandaat wat we al hebben afgesproken met de Raad van Commissarissen toen we stopten. En ook hier ontliepen die zaken elkaar uit mijn hoofd niet zo heel veel. Ik denk dat het iets gunstiger was financieel, maar vooral ook beter aansloot bij de reizigerswensen. Dus dat was eigenlijk de primaire focus. U zegt, het is wat de reiziger apprecieerde en het was voor ons toch ook financieel wel de gunstigste optie. Ja, maar dat was wel in de marge van de verschillende opties. Want het had, volgens mij was het cashflow-wise was het wat gunstiger. Maar net de contante waarde was het weer wat minder gunstig of andersom. Ja. Dus dat was niet echt. Nee, het was allemaal binnen dat mandaat, maar ook allemaal wel aan de rand van het mandaat. Ja, nou zo zegt u, dat was toch wat ook de reizigersorganisaties bijvoorbeeld wilden. Mm-hmm. Als ik dan weer kijk naar die Benelux Plus, die doet er wel, 30 à 40 minuten langer over. Nu bedoelt u, of als hij eenmaal de HSL gaat rijden? Nee, zoals de situatie nu is. Dus dat, en de komende tijd. Want het gaat nog een hele tijd duren voordat dat wellicht gaat veranderen. Ja, nou is dat overigens wel. Ik weet niet. Ik werk natuurlijk niet meer bij de NS nu. Dus ik weet niet wat de mogelijkheden zijn om samen met de Belgen die reistijd te verkorten in de komende periode. Uiteindelijk gaat die Benelux Plus over de HSL rijden. En dan gaat die reistijd wordt weer beter. En ja. Dat is volgens mij ook iets wat volgend jaar of het jaar daarna geïmplementeerd wordt. Ja, hooguit gedeeltelijk uiteraard. Want er zitten allerlei plaatsen aan die niet aan de HSL liggen. Ik kijk even naar collega Vos. Ja, u zei eerder dat het ministerie van INM het initiatief voor het alternatieve plan, dat zij daarmee kwamen. Klopt dat u dat zei? Dus we hebben het even aan het begin. Hè. We hebben het nu over de alternatieve uitwerking. Ja. Venus komt eruit. Maar in maart ongeveer, wanneer er wordt gesproken in de taskforce over wat te doen. Ja. Dan is onze vraag, wie kwam nou eerst met het idee om ook over alternatief vervoer na te denken? Met of zonder hoge snelheidstrein? Ja. Dat weet ik niet precies van wie het idee kwam. Uiteindelijk heeft het zijn weerslag gekregen in de brief van 6 april, of in ieder geval van april, van de mevrouw Mansveld. En daarvoor, in de bespreking waar u naar refereerde, werd daarover gesproken. Of dat initiatief van hun kwam of van ons, dat kan ik me niet herinneren. Maar in ieder geval, beide hebben we daarover gesproken, omdat er ook heel nadrukkelijk met de komst van de Vira heel veel weerstand was in Nederland, onder andere bij Den Haag, maar ook bij reizigersorganisaties over het verdwijnen van de Benelux. En ook omdat Zuid-Nederland heel graag aangesloten werd op de HSL. Dus die wensen, die maatschappelijke wensen, die waren eigenlijk ook al op dat moment, speelden die een grote rol. Maar u zei net namelijk, u suggereerde net dat het initiatief om over die andere plannen na te denken van het ministerie van INM kwam. Maar u zegt nu dat u niet precies zeker weet van wie dat
Eerst ik denk het. Zij hebben de brief uiteindelijk opgesteld voor hun staatssecretaris. Ja. Dus, en aangegeven dat zij dat zo wilden hebben. Ja. Dus, maar of zij degene waren die daar het eerst over spraken, of dat wij zijn met hun zijn gaan spreken en zeggen, goh, zou dat een goed idee zijn, dat weet ik niet. Dus ik denk dat dat van hun komt, ja, maar helemaal precies weet ik dat niet. Oké, okay, heeft het over de brief van 16 april 2013 ja. van mevrouw Mansveld. Dus dat is niet helder. Van wie nou echt het eerste idee kwam, laten we ook over wat anders gaan nadenken met of zonder hoge snuitstraat. Nee, voor mij ik kan niet. Alleen maar vaststellen dat uiteindelijk het een zeer serieus uitgewerkt plan werd. Dan geef ik weer het woord aan de heer Van Gerven. Als we even om de materie wat te vergemakkelijken. Kunnen we nou stellen dat met dat Venusplan, dus voor het binnenlands vervoer en het vervoer naar Parijs, dat daar dus weinig is veranderd? Maar dat de veranderingen vooral zitten in de verbindingen met België vanuit Amsterdam, Den Haag en Breda? Nee, want Lille is eraan toegevoegd, Londen is eraan toegevoegd en de frequenties naar Brussel met de Thalys zijn, maar er zijn ook extra Thalysen gekomen die alleen naar Brussel rijden. Dus dat is niet correct wat u zegt. Nee. Lille is natuurlijk wel heel beperkt. Twee keer, geloof ik. Maar dat zijn toch maar kleine wijzigingen dan, toch? Ja, op dat laatste. Ja, maar Londen is erbij gekomen. Er zijn extra Thalysen bijgekomen. Dus plus een Benelux. Dus in zijn totaliteit is het... en zijn er, wat ik al zei, van 86 naar 132 verbindingen... is het aantal verbindingen over de HSL wel fors toegenomen... Maar het is vooral, laat ik het zo zeggen, het is vooral, dit is ook wat met reizigersorganisaties heel duidelijk is afgesproken. En waar juist bij reizigersorganisaties heel veel lof ook over uitgesproken is, dat het aanbod zo geworden is. Dus in die zin ga ik er ook vanuit dat ook voor klanten dit gewoon een niet alleen een volwaardig alternatief is, maar ook een alternatief is wat meer aansluit met wat ze willen. Goed. Daar wordt vervolgd, zeg maar, op dat punt. Nog even over de regie, hè, over die verbindingen. Lag die nou vooral bij NS of bij NMBS? Nou, dat hing een beetje vanaf welke verbindingen het waren. De binnenlandse verbindingen lagen natuurlijk even, om het even op te knippen, vooral bij ons. De verbinding van... De Benelux, zeg maar, via het HSL of rechtstreeks, was echt bij ons allebei. De Thalys en de Eurostar, die kwamen in eerste instantie, heeft de heer de Scheenmaker daar de contacten voor aangeboord. De onderhandeling met Eurostar is helemaal gedaan door ons rechtstreeks met Eurostar. Dus daar hebben de Belgen helemaal geen onderdeel in gespeeld. En ten aanzien van Thalys hebben we dat echt met z'n drieën gedaan. Dus Thalys-organisatie, NMBS en ons. Dus de regie in die zin lag eigenlijk in de gemeenschappelijkheid. Maar de initiatieven voor de, zeg maar de internationale treinen, Thalys en Eurostar, waren aanvankelijk vanuit de Scheenmaker. En als we even inzoomen op de Benelux Plus-trein, hoe lag dat dan? NS en NMBS? Ja, dat was echt van ons samen natuurlijk. We hadden natuurlijk die tijdelijke trein wat en het initiatief om die Benelux Plus over de HSL te gaan laten rijden via Breda, dat was ons initiatief. En de gesprekken over die Benelux en over de verdeling van de kosten en hoeveel frequenties. Daarin zag je dat wij eigenlijk liever hogere frequenties hadden. Wij wilden graag naar 16 en de NMBS wilde dat graag houden op 12. Dus daar hebben wij nog eens extra aangetrokken, om het zo te zeggen. Maar dat was wel iets wat we echt gezamenlijk deden. Ja, ja. En uiteindelijk is het 16 geworden. Mm-hmm. Okay. Hoe kijkt nou NS aan tegen die omweg die de Benelux-trein neemt via de luchthaven van Brussel? Want is dat nou ook een verbetering voor de reiziger? Ja, wij denken van wel, want anders hadden we daar ook niet mee ingestemd. Kijk, de Scheenmaker was er nogal verguld mee dat hij dat uit het vuur had gesleept. Ja, nou is fijn. Fijn is, maar ja. Hoe is uw perceptie daarop? Ja, voor ons was dat gewoon een extra bestemming die daarbij kwam.
Het jaar daarna hebben we daar nog wel natuurlijk discussie over gehad van welk pad kies je daar. Nou, toen was de heer De Schoenmaker overigens al weg. Welk pad kies je daar precies voor? Maar het was wel iets waar, waarvan werd gedacht, dat is toch interessant voor mensen uit Zuid-Holland of uit Zuid-Nederland, die dan dus sneller bij die luchthaven kunnen zijn dan normaal of makkelijker daar kunnen komen. Ja, maar wat voor consequenties had het dan voor de reistijd? Ja, dat was op dat moment, eerlijk gezegd, was dat nog niet zo heel erg duidelijk. Later bleek, want ik denk dat u daarop doelt, toen we het jaar daarna die implementatie gingen doen, op dat moment in de setting, het was de heer De Schoenmaker al weg, in de setting van hun dienstregeling op dat moment, leidde dat dus tot extra reistijd. We hebben niet, maar misschien heeft Ines dat inmiddels gedaan, toen niet allerlei onderzoek gedaan naar hoe weegt de reiziger, zeg maar, die extra reistijd versus die bestemming van Zaventem. Mm-hmm. Maar goed, we mogen concluderen dat het een langere reistijd betekent, maar dat NS daar wel achter stond. Ja. Ja. Is ook het plan om een nieuwe Intercity, wat is het, Intercity nieuwe generatie, die gaat besteld worden. En die kan 200 kilometer en dat moet het alternatief worden voor de Vira in 2021. Maar dan kan die niet naar Brussel rijden. Is dat niet vreemd? Want? Nou, je koopt een nieuwe trein als alternatief voor de Vira. Mm-hmm. Nou, die moet ook over de hoge snelheidslijn kunnen rijden met 200 kilometer. En die stopt in Breda. Klopt dat? Dat klopt, want die Intercity nieuwe generatie, oftewel die Intercity's die dus 200 kunnen, die zijn vooral bedoeld voor het binnenlandse verkeer. Want we hebben eerst het internationale aanbod, zeg maar, helemaal uitgewerkt. En daar zitten al een aantal hoogsnelheidstreinen in. En dan had je nog dus de Traxen die dan, de Benelux Plus, die dan straks via de HSL Zuid, via Breda, gaan rijden met 160 km per uur. En wat u zegt is, zou je niet liever willen dat de Intercity nieuwe generatie ook die trein zou vervangen waarmee je dan door kon rijden naar Brussel? Begrijp ik je goed? Je bent er bijna. Nou, ja. Niet helemaal, maar... Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. Daar heb je over, maar daar heb je dan wel de medewerking voor nodig van de NMBS. Ja, maar u heeft die NS heeft die afweging gemaakt om dat niet te doen. Ja. En dat is omdat u het niet nodig vond, kennelijk. Nou ja, ook omdat we zeiden, het snelste is nu te gaan rijden met die 160 km per uur. Er is niet nog een aparte afweging gemaakt van, zou het dan goed zijn om die Intercity nieuwe generaties ook naar Brussel door te laten rijden? Ja. Volgens mij is er wel, maar dat is allemaal van na mijn tijd, dus dat kan ik. Er is toen wel gedacht, toen ik er was, van als we gaan specificeren voor die Intercity nieuwe generatie, dan zou je misschien ook specificatie mee moeten nemen dat je door kan rijden naar België. Maar of dat gebeurd is, weet ik niet. Maar okay. Dat was niet een afspraak conform het alternatieve bod. Nee. Wellicht nog een mogelijke optie voor de toekomst. Wellicht, ja. Wellicht. Hebben we ook geconstateerd dat bij die Binnenlux Plus-trein, dat wordt afgesproken, dat de trein vanaf 2017 om de twee jaar wordt geëvalueerd. Waarom is dat eigenlijk? Dat is omdat een van de conclusies was, naar aanleiding van het oorspronkelijke afgesproken concessievervoersaanbod, dat het eigenlijk heel rigide was. Het feit dat er eigenlijk helemaal gespecificeerd is in die concessie hoeveel treinen je rijdt, met welke bestemmingen, met welke frequenties, et cetera. Zonder dat je daarbij rekening houdt dat in 15 jaar tijd ook de reizigersvraag wel eens helemaal kan veranderen. Dat was een van de redenen om te zeggen, laten we proberen in het aanbod iets meer flexibiliteit te bieden in relatie tot de reizigersvraag. En dan specifiek voor de Benelux Plus gold dat, omdat
het best zou kunnen zijn dat er veel minder reizigers uiteindelijk met die Benelux gingen rijden dan dat we nu zouden voorzien. En dan zou je dus kunnen zeggen, nou dan kan je dat misschien nog aanpassen en dan zou je misschien andere verbindingen weer kunnen verhogen of verbeteren. Maar dat betekent dat er dus toch wel twijfel is of daar een markt voor is? Daar is wel twijfel over of daar een markt voor is, ja. Dus, en vandaar ook die bepaling. Er was eerder dus jarenlang een discussie met de Belgische spoorwegen over de trein van Brussel, Breda, Den Haag. Ja. Omdat de Belgische spoorwegen dat die trein niet winstgevend zou zijn. En NS dacht van wel. En voor deze trein is nu, zijn dus bepaalde afspraken gemaakt dat NS zeg maar, de financiële verliezen voor NMBS tot een bepaald niveau beperkt. Er zit een cap op. Verwacht NS dat die trein nu wel winstgevend is? Ja, want anders hadden we die afspraak niet gemaakt. Het punt was, waarom we dit gedaan hebben, is omdat een van de problemen met de Vira was dat het verdienmodel van de Belgen helemaal anders is dan het verdienmodel in Nederland. Door die concessieafspraken in Nederland waar je een vaste vergoeding betaalt en zij betalen een variabele vergoeding. Dus we hebben de hele tijd een verschil van belang gehad, waardoor je krijgt dat zij zeggen, ja, we gaan alleen maar X-treinen rijden, want we krijgen ook alleen maar geld daarvoor. Terwijl voor ons het ook zo zou kunnen zijn dat het wel interessant is om een extra trein te rijden, omdat het bijdraagt zeg maar aan de kostenbasis. Hè, of, nou, dus hebben we gezegd, laten we proberen daar één winst- en verliesrekening van te maken en te kijken hoe je dat beter kan verdelen, zodat die belangen beter op elkaar afgestemd zijn. En daar is die afspraak uitgekomen. Maar dus u draagt zeg maar, als NS bij aan de verliezen van België. Dat is de afspraak tot een bepaald niveau. En ook dan is het nog een winstgevende zaak voor NS zelf. Ja, ja dat klopt. Goed. Dan wist NS voordat in september het definitieve alternatieve vervoerplan wordt aangeboden. Wist NS toen dat, was er dan zeker van dat de staatssecretaris dat alternatief zou willen accepteren? Nou, inmiddels in september, we hebben dat ingeleverd op de 29e juli, of nou, in ieder geval voor 1 augustus. Toen hebben er zeg maar, in augustus en in september nog allerlei onderhandelingen plaatsgevonden over de afspraken en over die 12 naar 16 treinen, et cetera. Dus we hadden wel naar aanleiding van die onderhandelingen vertrouwen dat de staatssecretaris dat zou ondersteunen. Want uiteindelijk heeft zij iets later de brief gestuurd naar de Kamer. En datzelfde gold natuurlijk feitelijk ook voor de ministerie van Financiën, de minister van Financiën. Uiteindelijk was het natuurlijk alles pas zeker op het moment dat het in de Kamer behandeld was en daar een Kamermeerderheid voor was. Maar mag je concluderen dat, laten we zeggen, voordat u het definitieve bod, zeg maar, of definitieve voorstel publiek maakte of bekend maakte, dat zorgvuldig was gesondeerd en afgestemd met infrastructuur en milieu en financiën, zodat in ieder geval, laten we zeggen, de beide ministers dat voorstel zouden steunen, dat u daar wel van uitging. Ja, want en dan, wat er dan verder in de ministerraad of in de Kamer nog ging gebeuren, dat heeft u dat niet klopt, in de hand. Want het was wat wij de 23e hebben gestuurd, was het resultaat van onderhandelingen die plaatsgehad hebben en ook de hele verificatie van de hele business case door allerlei externe partijen in de maand augustus en september. Ja. Dus ons uiteindelijke bod in september was, zeg maar, na afloop daarvan. En daar hadden we dan wel het gevoel van dit krijgt de ondersteuning. Krijgt ondersteuning. En daar was betrokkenheid bij van infrastructuur en milieu en financiën. Correct. Beide ministeries. Ja. En dat kon eigenlijk op de goedkeuring rekenen van de staatssecretaris. Van staatssecretaris Mansveld. Ja. Goed. Was nou goed, en daarmee was eigenlijk, want ja, dan kom ik ook aan een slotvraag, dat het intrekken van de concessie als alternatief vervoersplan, dat was eigenlijk geen reëel risico meer voor u. Op dat moment? Ja. Nou, op dat moment, september, in toen september hadden wij natuurlijk wel de hoop en ook wel het vertrouwen dat als dat het kabinet daar dan zo achter zou staan. Dat wist je natuurlijk niet helemaal zeker. Dus helemaal zeker was het natuurlijk niet. En bovendien kwam dan ook nog de Kamer. Maar we hadden daar wel een redelijk goed gevoel over inmiddels. Oké. Geef het woord aan mevrouw Vos.
Ja, nog even over de winst- of verliesgevendheid van die Benelux Plus-trein. We hadden uit onze stukken blijkt dat er verwacht werd dat er juist verlies werd gemaakt. Kunt u dat nog even toelichten? Een verlies van om en nabij 17 miljoen euro per jaar. Nou, dat staat mij niet zo bij. Ik dacht dat dat min of meer break-even was. Dus daar kan ik geen antwoord op geven. Sorry. U weet dat niet meer? Nee, ik kan het wel even opzoeken hoor. Dus het is niet een soort... maar ik weet het gewoon echt niet meer precies. In mijn beleving was die Benelux Plus was die ongeveer break-even. Inclusief zeg maar dat de afspraak met de Belgen. Maar nogmaals, dat moet ik echt even nakijken. Ja, dat zou goed zijn. Als u dat dan nog even kan nakijken, dan kunt u dat eventueel dan ook rechtzetten. Ja. Als dat anders is dan wat u net zei. Graag. En dan nog een vraag. Waarom gaat er geen IC met 200 km per uur rijden over de HSL tussen Amsterdam en Brussel? Dat snappen wij nog steeds niet. Heeft dat iets misschien te maken met de opstelling van Thalys, die daar ook overheen rijdt? Nee, dat heeft er niet mee te maken. We hebben gekozen voor een vervoersaanbod van intercities, stoptreinen en hoogsnelheidstreinen met verschillende bestemmingen. En in dat palet is het aantal treinen wat daar rijdt, of wat er gepland staat om daar te gaan rijden, een volwaardig vervoersaanbod gebleken. En het enige wat je kan vragen, dat is de vraag van de heer Van Gerven, zou het goed zijn om die Benelux Plus, die al over de HSL rijdt, 200 km per uur te laten rijden via Breda naar Brussel? Nou, dat is niet, dat is op dat moment niet onderdeel geweest van die gesprekken. Dat zou een mooie oplossing kunnen zijn, maar daar moet je dan ook wel de medewerking van de Belgen voor hebben, want die moeten dat ondersteunen. Maar dus terug naar uw vraag, is de opstelling van Thalys daar onderdeel van geweest? Thalys heeft daar niet een rol in gespeeld, nee. Dus het is wel een beetje raar dat je wel 200 kilometer treinen bestelt, maar dat die niet over een hoge snelheidslijn kunnen. Maar dat hangt dus vooral af van de opstelling van de Belgen. Heb ik heel goed ze begrepen? Kunnen wel over de hoogsnelheidslijn. Ze zullen in Nederland over de hoogsnelheidslijn regelen. Maar over de grens... Dat kan dan niet. Ja, in ieder geval is dat niet in het plan meegenomen. Of die treinen gespecificeerd gaan worden door de NS op 200. En ook de buitenlandse specificatie, dat weet ik niet. Maar het is niet in het plan opgenomen. En dat heeft ermee te maken dat we... dat het onze treinen zullen zijn en niet zeg maar de gemeenschappelijke treinen met de NMBS. En dat je natuurlijk, als je dat samen met de NMBS wil doen, dat je daar ook de goedkeuring van de NMBS voor nodig hebt. Ja, en datgene wat samen met het Belgen gedaan wordt, is inderdaad een Thalys-trein. Nee, dat is ook de Trax die 160 km per uur gaat rijden die op wel, HSL. Ja, die wel, maar niet die treinen die sneller kunnen dan die Trax. Nee, correct. Oké, ik geef het woord aan de voorzitter. Ik maak even een klein uitstapje naar een ander punt, want we zijn nu een beetje in september aangekomen. Mag ik heel even een punt van, mag ik heel even naar de wc? Ja, dan schorsen even rustig. Excuus dat ik u daar niet voor de gelegenheid heb geboden. We schorsen tot 4:10. Oké, is dat goed? 4:10, ja, moet lukken.
Ik heropen de vergadering en vraag de gevierde getuigen weer binnen te leiden. Mevrouw van Vroonhoven, we vervolgen het verhoor. Ik zei al net even voor de pauze, voor de schorsing, dat er een gesprek is geweest op enig moment met de heer Manfalotto. Daar hebben wij vanochtend met de heer Manfalotto over gesproken. En daar zijn toch wel een paar dingen waar we wat vragen over hebben. Het gaat om een gesprek dat hij heeft gehad, in elk geval met u, op 29 augustus 2013. Mm-hmm. Kunt u zich dat herinneren? Zeker. Wie was daarbij? De heer Robbe was daarbij. Wie en ik. Meer? Alleen de heer Robbe en ik hebben dat gesprek met hem alleen gehad. Waar was dat? Het was in het Hilton in Amsterdam, Schiphol. Wat was de insteek van het gesprek? De insteek van het gesprek is dat wij daar het officieel het contract zouden opzeggen. Wist hij dat dat de insteek van het gesprek zou zijn? Volgens mij wel, want er is heel veel contact geweest met de verschillende advocaten. Maar dat is ook iets wat u eigenlijk aan de heer Robbe zou moeten vragen. Want hij was degene die zeg maar, deze werkstroom of deze activiteit leidde. En ik was erbij om ook te zorgen dat in ieder geval van onze kant twee mensen waren. Toch heb ik er een paar vragen over aan u. Want waren dus ook geen advocaten bij? Nee. Was dat expliciet aan Manfalotto gevraagd om er geen advocaten bij te laten zijn? Dat weet ik niet. Want Manfalotto, en dat is de vragen die ik net stelde, zijn een aanloop tot een vraag die vrij cruciaal is, omdat hij die vanochtend vrij stellig heeft aangegeven. Manfalotto geeft aan dat hij zich volledig overvallen voelde door de mededeling dat de koopovereenkomst zou worden opgezegd. En de vraag van de commissie is, hoe verklaart u dat? Dat hij zich volledig overvallen heeft gevoeld? Ja, dat heeft ons ook heel erg verbaasd. Want dat heeft hij op dat moment gezegd, terwijl er heel duidelijk aan van ons is aangegeven dat wij wilden stoppen met de V250. Er is ook allerlei contact geweest tussen advocaten voor die tijd. Hij wilde per se praten met de heer Van der Driest, de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Die was daar overigens ook. Die zat te wachten eigenlijk om daarna het gesprek met hem te hebben. Dus ik weet dat niet. Oké, maar u constateerde wel dat hij verrast was in die bespreking met jullie drieën? Dat zei hij toen, ja. Hij gaf daar aan dat hij ervan uitging dat hij daar kwam om die treinen weer op te knappen. En dat verbaasde ons enorm. Want het is toch heel duidelijk aangegeven door ons dat wij daar niet, dat wij dat niet meer wilden. Even naar dat gesprek. Heeft hij eerst een verklaring moeten tekenen dat hij niks naar buiten zou brengen? Ik denk dat dat klopt, ja. En is het ook zo dat hij, toen hij met jullie in gesprek ging, een secretaresse van hem binnen kwam wandelen om hem te laten zien dat de koopovereenkomst zou worden ontbonden? En dat toen de verrassing ontstond bij Manfalotto? Een secretaresse kwam binnen, ja, in die bespreking? Ja. Nee, want volgens mij had de heer Robbe, had die mail bij zich, maar dat weet ik niet meer precies. Oké. Okay. Maar u herinnert zich niet dat er iemand binnenkwam en een stuk had? Nee, dat herinner ik me niet. Nee. Oké, dus in dat gesprek heeft u aangegeven dat de koopovereenkomst zou worden ontbonden. Opgezet, ja. En toen reageerde hij heel verbaasd. Ja. Is dat daarna dan nog een punt van gesprek geweest, waarom hij zo verbaasd was? Ongetwijfeld in het team van de juridische afwikkeling is dat wel besproken. Wij waren zelf, hebben dat onderling besproken, zeer verbaasd over hoe hij zo kon reageren. Want hij had de indruk dat hij met ons weer doorging en we gaan nu samen weer die treinen opknappen. En wij begrijpen echt niet hoe dat kan. En vonden dat ook, wij dachten, waar komt dit vandaan? Dus wij waren even verbaasd over zijn reactie. En daarna is de hele juridische afhandeling, mm-hmm, verder voortgezet. En daar ben ik niet bij betrokken geweest. Nee, maar u herkent inderdaad, want hij was daar heel stellig in vanmorgen. Dat hij zei, ik had het totaal niet verwacht dat dit gesprek er zou zijn. Ik moet iets tekenen. En vervolgens krijg ik via via te horen dat tegelijkertijd
De koopovereenkomst wordt ontbonden. Wat gebeurt me hier? Ja, maar dus wij waren even zeer verbaasd over zijn verbazing. En het is daarna in dat gesprek, is dat gesprek meteen gestopt? Ja, dat is eigenlijk, dat was duidelijk dat hij ook geen behoefte meer had aan een vervolggesprek. Dat is toen gewoon, ja, het was toen klaar. Met slaande deuren? Nee, niet okay. Met slaande, nee. Gewoon uit elkaar, komen hier nog op terug, ja. En dat heeft hij toen op enig moment ook gezegd dat hij moeite had om jullie te bereiken nog? Daarvoor? Nee. Het is ook helemaal geen onderwerp van gesprek meer geweest? Nee. Oké. Okay. Dan gaan we bij het laatste onderwerp stilstaan. Dat is toch, dan kom ik terug bij het alternatieve vervoersaanbod. We hebben daar voor de schorsing over gesproken. Want waar de commissie toch wel mee achterblijft, is de gedachte dat in de concessie was afgesproken dat er 32 hoge snelheidstreinen zouden gaan rijden naar Brussel. Dat er een goede internationale verbinding kwam. Als we dan nu kijken naar het uiteindelijke aanbod, kom je toch op 16, hooguit 18 hoge snelheidsverbindingen. Dat is dus aanmerkelijk minder. En een Benelux Plus die een stuk over de HSL-Zuid gaat, maar uiteindelijk er langer over doet dan voor de HSL werd gebouwd. Dus dat is opmerkelijk. Misschien straks als die echt een heel stuk gaat rijden. Maar in ieder geval op dit moment er langer over doet dan ooit. 194 minuten, want hij rijdt maximaal 160 kilometer. Dan komt er waarschijnlijk, of is er, discussie over een nationale intercity. Maar we hebben het net al over gehad, er komt geen trein, een trein over de hoge snelheidslijn door de NS zelf ingezet naar Brussel. Waarom wordt dan steeds gesproken over een volwaardig alternatief? Ja, omdat iedereen die daarbij betrokken is, reizigersorganisaties, de Kamer, het kabinet, de regio's, tot conclusie gekomen is dat dit een goed aanbod is. En u zegt over die Benelux Plus, die doet er langer over. Uiteindelijk in het aanbod doet hij er zeker niet langer over. Dan is hij een heel stuk korter. Dus het is ook een groeimodel waar het naartoe gaat. Maar het palet wordt volwaardig gezien. En wordt in die zin gezien als een beter aanbod dan het oorspronkelijke aanbod wat daarvoor bedacht was in 2000. Dus uiteindelijk is er 15 jaar door NS en INM, VNW in de tijd, gewerkt aan een aanbod waar niemand op zat te wachten. Is dat nou wat u dan zegt nu? Nou, ik zeg dat het aanbod niet meer aansloot bij de wensen van deze tijd. En dat is uiteindelijk de consequentie geweest van een ontzettend vervelend gebeuren dat die V250's niet kwamen. Dat is eigenlijk in zichzelf heel treurig en ook slecht voor reizigers geweest. En daar hebben we toen op dat moment met nieuwe reizigers wensen een nieuw aanbod voor ontwikkeld waarvan we het idee hebben en waarvan in ieder geval alle partijen die erbij betrokken zijn geweest het idee hebben dat dat een aanbod is wat volwaardig is. En dat is waar uiteindelijk voor gekozen is en waar ik ook nog steeds achter sta. Maar er is dus 15 jaar lang achter een aanbod aangelopen wat niet eigenlijk gewenst was. Nou, we weten niet als het aanbod wel was geïmplementeerd hoe dat dan uiteindelijk was uitgepakt. Dus ik kan dat, dus die stelling zou ik niet willen. Dat zou mijn stelling niet zijn. Maar waarom is dan niet eerder gekeken naar wat is nou eigenlijk de vraag van de reiziger? Ook bijvoorbeeld in ten tijde van het onderhandelakkoord? Daar is wel eerder naar gekeken. En die discussies zijn natuurlijk ook heel erg geweest. Maar er is niet. Dus uiteindelijk was daar ook op dat moment geen ruimte voor om af te wijken van het onderhandelakkoord. Dus toen is iedereen doorgegaan met wat daar ooit was bedacht, zonder dat er is gekeken naar de wens van de reiziger om een onderhandelakkoord te sluiten, moet ik dat dan zo begrijpen? Nee, om te voldoen aan de oorspronkelijke concessieafspraken. Dus daar is wel naar gekeken. Er is ook veel discussie over geweest. Er is wel wat wijziging in geweest, want oorspronkelijk was het Den Haag-Brussel. Mm-hmm. Dat is Breda-Antwerpen geworden. Dus, en hier en daar zijn wat frequenties gewijzigd. Maar er was op dat moment onvoldoende ruimte voor. En ik denk ook een van de lessen die ik ook in 2013 heb aangegeven toen we dit aanbod deden, is dat een van de lessen ook is dat je
meer ruimte zou moeten maken in dit soort concessies om regelmatig het aanbod te kunnen veranderen op basis van reizigerswinst en dat je daar ook meer rekening mee moet houden. Maar dan rijst wel de vraag, als nou de NS helemaal niet zelf een internationale intercity aanschaft, wat ooit de gedachte was dat de NS zelf een intercity zou hebben naar Brussel, waarom speelt dan überhaupt de NS hierin in dat internationale aanbod dan een rol? Is dat dan puur alleen omdat de concessie overeind moet blijven? Want de NS gaf zelf geen hoge snelheidstrein aan naar het buitenland. Nee, we hebben dat is niet zo, want we hebben ook natuurlijk gekeken naar eventueel, stel je in het internationale deel van de concessie, hou je ervan af, hè? Dat zou ook nog kunnen, dat je zegt oké, dat is toch geliberaliseerd, dus dat stel je verder open. En dan kom je op het punt, is dat er ook treinen rijden die worden gezien als een publiek iets en er misschien nog wel minder internationale treinen zullen zijn dan er op dit moment in het aanbod zitten. En of dat nou beter is voor de Nederlandse reiziger, dat weet ik niet. Mijn vraag is deze constructie nu uiteindelijk gekozen omdat de NS een rol in het vervoer moest blijven spelen, omdat NS de concessie heeft en het onderhandelakkoord uiteindelijk in stand moet blijven? Nee, dat is niet zo. En wat is dan de rol van de NS in het internationale vervoer als de Belgen hier nog glimmend aangeven, de heer Scheemakers zat glimmend op uw stoel, aan te geven dat de Belgen inmiddels een stevig belang hebben in de Thalys. En dat ze wel snappen dat zij een fijn aanbod hebben nu en dat uiteindelijk dus Nederland geen eigen internationale trein heeft naar Brussel. Ja, nou ja, dat is voor de heer de Scheemaker waar die van glimt. Wij zitten ook in Thalys. We zijn geen aandeelhouder in Thalys, maar we hebben wel een flinke steek daarin. We hebben zelfs eigen treinen in het Thalys-verband. Onze eigen mensen rijden op die treinen. Dus het is niet helemaal zo dat we alleen maar kaartjes verkopen die via Thalys zijn. We zitten daar ook in als partner. De reden waarom we dat belangrijk vinden is omdat we graag willen dat onze Nederlandse reizigers ook makkelijk toegang hebben tot internationale diensten. Maar dat we dat liever doen in partnership dan dat we dat doen zelf. Omdat die partners, en dat hebben we met Eurostar gedaan, en in principe is het zo dat wij ook graag deelnemer zouden zijn in Thalys. Dat is ook een van de dingen die op de rol staat om uiteindelijk ook onderdeel te zijn van de Thalys-tok. Maar dat was op dat moment geen haalbare kaart. En wat is nou het aanbod wat wordt gedaan voor degene die niet de prijs kan betalen voor de Thalys? En dus nu in een 194 minuten rijdende Benelux Plus moet zitten? En wat ik al zei, die Benelux gaat uiteindelijk sneller rijden. He, dus de bedoeling is. Het moet er nog geëvalueerd worden. Kijken of er nog stations in België misschien anders zouden gaan. Stukje over de HSL wellicht. Ja, maar dan gaan ze ook een stuk sneller. Hoe sneller? Dus, nou, dat weet ik niet meer precies uit mijn hoofd hoeveel sneller. Maar in ieder geval is het zo dat het uiteindelijke aanbod weer in de buurt moet komen van de oorspronkelijke reistijd en misschien zelfs nog sneller. Dus het is niet zo dat die 194 minuten het uiteindelijke aanbod is wat wij hebben gedaan. En hoe snel dat precies kan, dat moet u vragen aan degene die nu in de leiding zitten van NS. Maar begrijpt u dat de commissie op enig moment hier in een verhoor tegen de minister Schulz heeft gezegd, is het nou niet een verkooppraatje geweest om te roepen, het is een volwaardig alternatief? Wanneer de wens ooit was dat iedere, ook niet kapitaalkrachtige Nederlander met een door Nederlandse spoorwegen in de lijn gezette dienst naar België zou kunnen, met een kaartje waar hij niet voor had hoeven reserveren, waar hij misschien gewoon zijn eigen abonnement voor had kunnen gebruiken, om op een snelle manier, toen werd nog gedacht over 300 kilometer, werd uiteindelijk 250 en werd uiteindelijk niets, dat hij naar Brussel zou kunnen rijden, dat het dus een verhaal is geworden, neergezet als een volwaardig alternatief. Terwijl eigenlijk, je moet constateren dat er een keuze is tussen een dure Thalys en een omrit met een stukje HSL van de Benelux Plus. En misschien in de toekomst nog iets anders. Ja, ik zie dat zo echt niet. En maar dat... Prima, daarom leg ik het ook aan u voor. Ik kijk even naar mijn collega's of er nog vragen zijn blijven liggen. Dan sluit ik dit verhoor. Heel goed, dank u wel.
Mag ik nog even één ding zeggen? Want ik zal even nog op twee dingen terugkomen. Ja, ik zou graag nog even terugkomen op de exacte... ik heb gesproken in eerste instantie over de impairment. Dat wil ik nog heel even verifiëren en bij u teruggeven hoeveel dat precies was. En het tweede was de Benelux Plus, daar kom ik ook nog op terug. Dus of wellicht morgen zal ik vragen of... Want komt de heer Robben nog bij u? En die kan ze dat misschien beantwoorden of ik zal het schriftelijk aan u doen. Prima. Ja, zeer attent van u. Dank u wel. Ja.